zijn. Zoek een plekje in deze bijzondere ambiance, mag ik wel zeggen. En ik hoop dat we vanavond met een gevoel naar huis gaan, dat we ietsjes wijzer zijn geworden. Wat er allemaal in de gemeente even gaat gebeuren in het kader van duurzaamheid. De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Ja, dat willen ze natuurlijk ook allemaal even vertellen met wat voor onderwerpen zij aan de slag willen. Mocht u mij niet kennen, nou dat kan. Ik ben Helga. Hi. Ik ben vanavond jullie begeleidster. Ik heb er 20 jaar het weer gepresenteerd en na 20 jaar dacht ik, er zijn nog zoveel mooiere dingen te doen. Ik ga het land in en daarom sta ik vanavond in Epe. Kijk, zo willen we dat hebben. Maar krijg mijn gezin nog niet mee. Dat is natuurlijk het enige nadeel nog. Ik hou mij heel erg bezig met duurzaamheid. Niet alleen het klimaat, maar ook duurzaamheid en ons gedrag eromheen. En ik heb als een stukje inleiding een hele kleine presentatie voorbereid om een beetje het gevoel te krijgen waar nou de urgentie ligt. Nou, dat is te zien op dat scherm. Ik weet niet of je het achteraan ook kunnen lezen, kunnen zien. Ik blijf vanavond sowieso om vragen te stellen. Het idee is dat ik een soort korte introductie geef. Daarna hebben we een uur om te debatteren, te luisteren, vragen te stellen naar de 8 lijsttrekkers of woordvoerders van de partijen die aanwezig zijn. Dat is een heel strak schema. Dat wordt een hele leuke uitdaging voor ze, hè? Dat snap je wel. Want ze krijgen niet heel veel tijd. En daarna is er om 9 uur een soort borrel napraten. Dan kunt u met de partijen gaan praten, met elkaar gaan praten, u mag mij allerlei vragen stellen. We hopen dat je vanavond dan een hoop gevoel en inspiratie naar huis toe gaat. Dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Kijk, het begint natuurlijk allemaal met wat er veranderd is in de afgelopen 150 jaar. Hey, je kunt zeggen, vroeger hadden we ook een klimaat, vroeger is het koud geweest, het is warm geweest. Maar in de afgelopen 150 jaar is er iets veranderd wat we ervoor niet hadden. Namelijk, we hebben een uitvinding gedaan, we hebben kolengevoel uitgevonden die we dan kunnen verstoken. En daarmee kunnen we kachels laten branden, daarmee kunnen we voertuigen laten rijden. En eigenlijk kunnen we nu niet meer zonder. We zouden niet eens weten hoe we dat zouden moeten doen zonder. Alleen in die 150 jaar zijn er zoveel extra broeikasgassen in de atmosfeer uitgestoten, dat daardoor de balans een beetje zoek raakt. En broeikasgassen heb je nodig om de aarde warm te houden. Maar alles wat je extra toevoegt, zorgt ervoor dat het dus extra warm kan worden. En die broeikasgassen, er zijn er verschillende van. Kan iemand een broeikasgas noemen? CO2? Methaan. Methaan? Stikstofoxide. Stikstofdioxide? Nog meer? Er is een hele belangrijke. Ja, CFK's. Maar dat is vooral aantasting van de ozonlaag. Dat is niet zo heel zeer broeikasgas. Ammoniak. Ammoniak. Jongens, als het hier in 1,30 graden is, vind ik het dan lekker of heb je dan snel iets van, vindt de Spanje lekker? Jullie vinden het allemaal lekker? Wie zijn er nee? Nee? Nee, waarom niet? Ja, het is benauwd, hè? Het is snel vochtig. Vocht, waterdamp, is het allerbelangrijkste broeikasgas. En wist je dat waterdamp de brandstof is voor buien? Dus heb je veel vocht, dan kun je al bij lage temperatuur steeds zwaardere buien krijgen. En elke graad dat het warmer wordt, krijg je 7% meer vocht, krijg je al zwaardere buien. Dus de reden waarom wij de afgelopen zomers best pittige buien hadden zonder dat het nou lekker tropisch warm was, had allemaal te maken met het vochtgehalte. Dus die atmosfeer is een beetje van slag aan het raken. En als wij dan allerlei gassen uitstoten, kijk, CO2, je ziet het niet, je ruikt het niet, je voelt het niet, je proeft het niet, dat maakt het heel erg lastig. Maar roetdieltjes zien we bijvoorbeeld wel. En als je langs de weg of de snelweg loopt, dan ruik je ook wel al die vieze gassen. Maar die gassen die verplaatsen zich over de hele aarde heen met alle luchtstromingen. Dus alles wat in Amerika hier aan de linkerkant ontstaat, dat gaat met de luchtstromingen naar Europa, in dat cirkeltje, en met de luchtstromingen naar China. Dus er kan wel een president zijn in Amerika die denkt, als we nou een paar muren bouwen, dan kunnen we het allemaal afschermen. Dat is leuk, maar dat geldt dus niet voor allerlei broeikasgassen en uitlaatgassen. En wat opvalt aan dit plaatje is dat in het uiterste noorden de meest donkere rode kleuren te zijn. Daar is de concentratie het hoogst.
En dat is uitgerekend op de Polen. Nou, ik ken geen industrieën op de Polen. Dus daar hebben ze last van wat wij in de westerse wereld allemaal veroorzaken. Nou, en omdat alles met elkaar verbonden is, betekent ook dat je met elkaar aan de slag moet. En die extra toevoeging van broeikasgassen doet wat met de temperatuur. In een vrij korte tijd is het al wereldwijd een hele graad warmer geworden. Maar in Nederland zitten we op 1,8. Dus in Nederland gaat het harder dan het wereldwijd gemiddelde. Dus als je hoort bij mooie klimaatafspraken, we moeten niet warmer dan 2 graden opwarmen wereldwijd. Het liefst zelfs niet meer dan 1,5. Dan zou je bijna een factor 2 voor Nederland kunnen rekenen. En dan kan je denken, oh lekker, een beetje hogere temperatuur, hè? Hartstikke top. Ja, maar de grond heeft ook een goede vriestemperatuur in de winter nodig om de ziektes te killen. En daar sta je dan niet meer stil. En een beetje warmer wil ook zeggen veel zwaardere buien. Dus dan denk je, oh lekker loop ik buiten. Maar je krijgt ondergelopen straat, je krijgt problemen, je kan niet meer weg. Dus het heeft hele grote consequenties, niet alleen in Nederland, maar ook wereldwijd. En daarom praten we tegenwoordig niet altijd over klimaatverandering, maar eigenlijk klimaatverstoring. Het wordt allemaal instabieler. Het verstoort het evenwicht waar jij en ik nu aan gewend zijn. En daar moet je iets mee. En daar kunnen we ook uiteindelijk iets mee. En daar gaan we ook uiteindelijk iets mee doen. Wat zou jij doen als er lekkage is? Het dak repareren, ja, als het dak vandaan komt. Maar dan moet je dus eerst de oorzaak zoeken. Wie van u gaat de emmertjes neerzetten? Wie gaat de verzekering bellen? Wie roept zijn man of vrouw erbij? Schat, ga jij het dak eens even op? Ja. Je moet dus aan twee kanten gaan werken. Je moet aan de voorzijde zorgen dat de lekkage verholpen wordt. En tegelijkertijd moet je aan de achterzijde zorgen dat je geen last hebt van die lekkage. Dus in de eerste instantie je emmertjes neerzetten. Maar de volgende keer ervoor zorgen, als je aan Nederland denkt, dat de dijken hoog genoeg zijn. Dat er water in de straten weg kan lopen. Dat je voldoende groen hebt, zodat het water kan wegzakken in plaats van op de straat verzameld. Maar ook de oorzaak aanpakken. En de oorzaak aanpakken is dus die broeikasgassen aanpakken. Dat is de grootste slag die je kunt maken. En ik doe er niet alleen iets met het klimaat en duurzaamheid, maar ook ons brein. Wat weet je? Eigenlijk weten we het allemaal wel. Maar om iets te gaan doen, dat is vaak nog een hele grote stap. Ja, maar China doet niks. En Amerika doet niks. En waarom zou ik dan wat moeten doen? En duurzaamheid begint daarom lokaal. Het begint dichtbij. Iets wat jou raakt. Iets waar je een gemeenschappelijke omgeving hebt. We zijn allemaal Nederlanders. Nou, binnen Nederland kun je een beter beleid maken dan als je alleen naar Europa moet luisteren. Maar zelfs hier in de gemeente Epe, jullie hebben een belang. Jullie vinden het belangrijk om de kernen in stand te houden. Dat is duurzaamheid. Jullie vinden het belangrijk om hier eraan te werken, aan je eigen huis, aan je eigen dorp. Je hebt niks te maken wat er gebeurt in Den Haag of in Utrecht. Wat hier gebeurt is voor jullie belangrijk. En daar begint duurzaamheid mee. En daarom hebben we vanavond deze avond georganiseerd om vanuit lokaal, vanuit jullie, te gaan kijken hoe we nou verder kunnen met Epe over pak een beetje 30 jaar. Misschien is dat wat ver weg. Maar daar zit de jeugd, die haalt dat wel. Ik hoop er ook nog over 30 jaar te zijn. Uiteindelijk hebben jullie vandaag allemaal morgen in handen. Met de beslissingen die jij vandaag maakt, bepaal jij hoe de dag van morgen eruit ziet. En we hopen vandaag wat beslissingen te kunnen toevoegen aan de mensen die we hebben uitgenodigd. Belangrijk in dat brein is dat je voor jezelf vanavond 3 actiepunten gaat verzamelen. Hoe krijg ik nog huiswerk mee op? Ja, ja, ja. Want alleen maar luisteren is leuk, vragen stellen straks is leuk. Maar voor jezelf moet je ook actiepunten verzamelen. Wie van jullie weet hoeveel energie die verbruikt per jaar? Weet je het überhaupt? Hoeveel je verbruikt? Weet je ook wie je energieleverancier is? Weet je ook of dat een echt groene leverancier is? Weet je ook... Zeggen ze, nou de echt groene worden zwaar gecontroleerd. Maar dat is een goed punt, hè? Je hebt certificaten, dat wordt als groen verkocht. Maar als jij een klein beetje nieuwsgierig bent, en jullie zijn best intelligente mensen, even dat stapje verder kijken en je zult zien dat er ook echt groene leveranciers zijn. Inkopen die je doet. Koop je allemaal bewust inkopen? Met keurmerken? Biologisch? Lokaal? Wie van jullie rijdt elektrisch? Wie is er vanavond lopend gekomen?
Kijk, dat zijn de echt duurzame. Dus ik kom vanuit de auto naar hier. Dus ik daag jullie uit om 3 actiepunten. Meer hoeft echt niet. En je kan zeggen, ja, maar ik doe al zoveel. Fantastisch, maar wat wordt jouw volgende stap? Wat zou jij willen doen om duurzamer te worden? Hoe wil je dat gaan doen? Wanneer wil je dat gedaan hebben, dat actiepunt? En wie heb je nodig? Als jullie dat doen, en jullie doen allemaal wat, dan weet ik zeker dat Epen veel sneller duurzaam wordt en dat jij er als eerste de vruchten van gaat plukken. Dus na vanavond vraag ik 3 actiepunten aan jullie. Dat ga ik niet alleen aan jullie vragen, dat ga ik ook vragen aan de woordvoerders van de politieke partijen die vandaag aanwezig zijn. Want het is gemeenteraadsverkiezingen eraan komen. We willen heel graag weten hoe zij over bepaalde onderwerpen denken. Zal ik ze erbij vragen? Want ze staan al de hele tijd in een hoekje te wachten, te kletsen. Dames en heren, van het CDA, Albert Oortvliessen. Geef een applaus. SGP, Cindy Hekboom. PvdA, Lely Boer. D66, Hans de Goede. Met hersteld van de Griethoorn. Van de Dorpspartij, Rieders van der Vlies. De Nieuwe Wijn, Robert Scholten. VVD, Jan Willem Vos. En GroenLinks, Jan Albers. Welkom, Hanne. Als jullie goed opletten, hebben we hier 8 partijen staan. En we hebben eigenlijk 9. We hebben ook nog de gemeentebelangen. Laat nou net de griep heersen binnen die partijen. Dus allebei de mensen die hadden willen komen vanavond zijn geveld door een zware griep. En ik ben heel blij dat ze er niet zijn, omdat ze die griep hebben en ik niet wil dat jullie volgende week ook allemaal ziek zijn. Maar ik wens ze vanaf deze plek van harte beterschap. Ik had ze er liever wel bij gehad, maar ja, misschien moeten we dat maar op een andere manier vervullen. Heren, dames, van harte welkom. Zijn jullie zenuwachtig? Enorm. Want hebben jullie van tevoren verteld dat het een heel strak schema gaat zijn? Of hebben ze jullie nog in het ongewisse gelaten? Ja, ik heb jullie wel langzaam voorbereid. Ja. Een kwartier per persoon. Ja, alleen na een minuut word je afgekapt en dan mag je de overige 14 minuten dag in coulissen gaan vertellen. We hebben vanavond 4 onderwerpen uitgekozen die te maken hebben met het duurzamer maken van Epen. Grondstoffen, mobiliteit, grootschalige energieopwekking en de lokale energieopwekking. Dus wat jij eigenlijk nog zelf kan doen. 4 belangrijke onderwerpen, maar per onderwerp hebben we een kwartier. En dat wil zeggen, met z'n 8, dat jullie, als jullie alle 8 wat willen zeggen over een onderwerp, krijg je dus 1 minuut. En daarna, het publiek zit er niet voor niets. We willen gesprek met hun aangaan. Dus jullie krijgen ook 5 minuten om de vragen te stellen, vragen aan het vuur te leggen, gewoon leuke opmerkingen te maken, tips te geven. En dan is het eerste kwartier alweer voorbij. Dan moeten we naar het volgende onderwerp. Dus ik weet dat we een avond kunnen vullen, misschien wel een hele week, en dat jullie goed kunnen praten. Maar jullie kunnen ook heel kort en krachtig zijn vanavond. Dat gaan wij allemaal even halen. Dat lijkt me heel gaaf. Ik heb jullie voorgesteld om naar binnen te komen. Misschien willen jullie zelf ook even een kort voorstelrondje doen, waarbij jij zelf aangeeft waarom jij duurzaamheid zo ontzettend belangrijk vindt. Ik heb hier een handmicrofoon, of jullie gaan gezellig met z'n drieën in de microfoon. Ik had hier een handmicrofoon. Wij hebben hier een handmicrofoon. Kennen jullie deze meneer? Wie kent hem niet? Nou kijk, goede reden om jezelf nog even voor te stellen. Wie ben je? Misschien iets persoonlijks, wat we natuurlijk ook wel leuk vinden om te weten. Ja. Ik ben Robert Scholten, ik ben lijsttrekker voor Nieuwe Lijn. Op dit moment ben ik hier wethouder in deze mooie gemeente. En over mezelf, ik woon in Vaassen en ik heb duurzaamheid meer en meer hoog in het vaandel staan. Ik ben zelf inmiddels begonnen met zelf het opwekken van zonne-energie. Sinds 2 jaar nu, of 1,5 jaar nu. En wij willen graag als partij in ieder geval de vervolgstap gaan maken over nu daadwerkelijk door te gaan pakken met Jij zegt, ik vind duurzaamheid eigenlijk steeds hoger op de agenda staan. Waarom vind je zelf duurzaamheid belangrijk? Ja, omdat we natuurlijk voor onze generatie die na ons komt, moeten we wel zorgen dat we deze planeet die we tijdelijk in gebruik hebben als passanten, zeg ik altijd maar, moeten we zorgen dat we onze kinderen en kleinkinderen er nog een toekomst.
nog steeds. Mag ik een persoonlijke vraag stellen? Heb je kinderen? Ja. Hoe oud? Ik heb twee zoons van 29 en 27. Oh, kijk, die zitten al bijna. Hebben nog geen kleinkinderen? Nee, nog niet. Oké. Okay. Nog niet wat je weet. Nou ja, daarna. Nou, je weet het maar nooit. Nou, vertel, wie ben je? En vertel wat over jezelf. Ik ben Jan-Willem Vos. Ik ben de lijsttrekker voor de VVD hier in Wepen. Ik zit nu 4 jaar in de raad. Ik heb een beetje door de hele gemeente gewoond. De eerste 18 jaar in Vaas. Op dit moment woon ik in Wepen. Getrouwd, 3 kinderen. Hij is natuurlijk hoe oud? 10, 8 en 5. Oh, leuk. Die zijn in de leeftijd dat ze heel druk zijn met duurzaamheid. Want alles gaat om de wereld redden en goed doen. Oh, kijk! Ik heb zelf jarenlang door heel Europa gevlogen. Niet van duurzaamheid, ik heb daar... Letterlijk gevlogen, bedoel je? Oké. Okay. Ik heb geen oordeel, hè? Graag even. Daarmee heb ik zeker wel het grote zonneschoonpark in Europa. Ik heb door heel Europa allerlei regelingen gezien. En ook allerlei effecten zien hoe het dan wel en niet moet. En hoe je dit soort zaken goed aan kunt pakken. Of juist compleet financieel kunt verpesten. Oké, nou, we zijn heel benieuwd wat jij dan natuurlijk straks kan toevoegen. Met name aan de gemeente en dit soort ideeën. Hi. Door Christen is de naam. Doet hij het goed, trouwens, die microfoon, vriend? Matig. Hallo. Ik weet niet of hij harder kan. Ja, die doet het beter. Deze laat ik deze maar nemen. Onderdoor Christen is de naam. Ik ben raadslid voor het CDA sinds 4 jaar. Ik woon 30 jaar in deze gemeente. Heel lang in Epe en de laatste 9 jaar met even zoveel plezier in Vaassen. Ik heb in deze mooie gemeente ook 3 dochters mogen laten opgroeien. 24, 27 en 29. En die wonen ook in de gemeente Epe? Die wonen niet meer in de gemeente Epe. Die wonen allemaal in de stad. En die reizen heel veel met de trein. Dus wat dat betreft... En wat raakt jou zo duurzaamheid? Duurzaamheid, ik denk, wij zijn CDA. CDA heeft rentmeesterschap in zijn genen. En rentmeesterschap, dat betekent vanzelf duurzaamheid. Want kun je heel kort uitleggen wat rentmeesterschap inhoudt? Zeggen dat wij eigenlijk vinden dat wij de aarde moeten doorgeven, dat we de aarde mogen beheren, maar goed moeten doorgeven aan volgende generaties. En dat kan niet als je een puinhoop of een afvalberg of wat dan ook achterlaat. Dat kan alleen maar als je op een nette verantwoorden daarmee duurzame manier doet. Prachtig, rentmeesterschap. Hi. Hallo, ik ben Boog van de SGP ChristenUnie. Sinds 2014 zit ik in de gemeenteraad. Ik ben werkzaam in het voortgezet en middelbaar onderwijs als docent en decaan. Docent in wat? Ik geef les in de elektrotechniek. En ik zeg tegen mijn jongens vaak, wend er maar aan, alles wordt elektrisch. Ik ben verder betrokken geweest bij de Fietsersbond. En als je ergens duurzaamheid ingegeven krijgt met de paplepel, dan is het de Fietsersbond. Hier zit meneer Polman uit Vaas, die wil ik even eerder genoemd hebben. Waar zit meneer Polman? Zwaai even. Daarnaast die meneer met die witte shirt aan, die komt uit Vaas. En die is vanavond, hij is ruim 80. Op de fiets is die hier naartoe gekomen. Dat mag best wel even een applausje zijn. Ik probeer zelf ook wat duurzaam te zijn in verlichting, hybride autorijden en dat soort zaken. Ja, nou klinkt hartstikke goed. Kijk, en we hebben nog iemand naast staan. Jan Albers, ik ben lijsttrekker voor GroenLinks. Mijn werk is dat ik part-time wethouder ben bij de gemeente Epe, onder andere voor duurzaamheid. En ik werk part-time bij de middelbare school hier in Epe. Mijn favoriete radioprogramma sinds ik klein was, zeg maar, was Dier en Plant in Ronaldland. Was... Kent iemand van jullie dat? Ja, misschien de mensen met dat. Kent iemand dat? Ja, dat. Iemand met leven. Dat sloot altijd af met de uitspraak: alles wat leeft en groeit. En ons altijd zeer op de koffie. Oh, daar komt dus de motivatieverandering, biologie te gaan studeren en het onderwijs te gaan uit. Dat geef je op de middelbare school, biologie. Dat is mijn vrouw, ja. Ik ben al wel van het uitleggen en ik wil graag uitleggen dat het heel erg belangrijk is dat we planten en dieren die zichzelf niet kunnen uiten en verweren, dat we die nog steeds een goed leven blijven geven. Wij zijn feitelijk ook allemaal dieren, toch? Alles bij wat net gezegd is, sluit ik maar graag bij aan. Nou, dat wordt een leuk debat. Iedereen is toch vast met elkaar eens, goed zo. Voor het korte avond, jongens. Hans, goedemiddag. Lijsttrekker voor D66. Dus ik loop 4 jaar in de raad voor D66 en nog een kleine 20 jaar in Epen. Waarom vind jij duurzaamheid belangrijk? Robert Scholten wees er net al een klein beetje op met de oude uitspraak. En zeker de mensen met grijs haar, die zullen hem kennen van
We hebben de wereld niet geërfd van onze ouders, maar te leen van onze kinderen. Dus je moet hem op een goede manier overdragen. En dat is de opdracht die wij hier hebben met elkaar. Nou, ik vind de basis zit hier wel heel goed. Want jullie zijn allemaal wel, kijk, dat wordt een markie. Ja, dankjewel. Ik ben Leni Boer, ik ben van de PvdA. Ik ben zelfs geboren in deze gemeente, in Boenen. En ik woon nu in een prachtig stiltegebied, nabij het Wisselse Veen, dus in Europa bekend. Dus het is logisch dat ik voor rust, ruimte en stilte ga. En dat ik dat heel erg waardeer. En dat we dat proberen te behouden, ook voor onze kinderen en kleinkinderen. Vooral wij hebben. Ja, dan begin ik gelijk te denken, zou rust, ruimte en stilte conflicteren met duurzaamheid? Nou, daar gaan we het er zo nog over hebben. Ah, interessant. Hi. Mijn naam is Leon Brits. Ik ben lijsttrekker voor de Dorpspartij, de nieuwe politieke partij in mijn leven. En ben getrouwd, vader van 3 kinderen, want ik moet net oud zijn. Ik heb een 2 zonen en een dochter. Oudste zoon is 38. Ik heb een zoon van 35 en ik heb een zoon van 28. Zo, dan was je er vroeg bij. Je ziet er jong uit. Ja. Maar goed, even over duurzaamheid gesproken. Wij vliegen niet. Dat heb ik even vooropgesteld. We vliegen ook niet door Europa. We gaan op de fiets of met een boot gaan we op pad. Of een wandelen. Dus, ook een liefhebber van de natuur. Ik fluit heel erg rond, heb ik het idee. Of hebben jullie er geen last van? Als ik hier sta, gaat het wel. Maar ik zal proberen een beetje zachtjes te praten. Ja, maar daar is de. Nou, oh, daar hangt ook nog eentje, of niet? Oh, ze herkoopt. Ik interveneer met apparaten. Dus ik blijf een beetje op afstand. Als jullie last van hebben, moet je het gewoon even zeggen. Deze gaat goed. Zo, als ik hier sta, gaat het goed. Ik sta wel met mijn rug naar hun, maar ja. Moet kunnen. Heren en dames, jullie hebben 1 microfoon voor jullie neus staan. Als jullie gewoon zelf even afwisselen om daarin te praten wat jullie zullen doen. Het lijkt me heel leuk om even naar het eerste onderwerp te gaan. De eerste stelling die er is, dat gaat over grondstoffen. Grondstoffen kun je denken aan afval wat je produceert, daar moet je iets mee. Grondstoffen is ook kleding wat je aan hebt. Ik heb voor vanavond speciaal een groen jasje aangedaan. En dit groene jasje is niet partijgebonden of zo trouwens. Maar dit groene jasje is gemaakt op een duurzame wijze. Ik heb er zelfs een oerwoud in laten zetten. Leek me ook hartstikke leuk. En dit jasje wordt gewoon weer ingeleverd als ik hem niet meer wil gebruiken. Dat is een van de redenen waarom ik ook niet wil aankomen. Maar dan kan ik er nog lang in blijven passen. Dat is ook duurzaam trouwens, hè? Niet elk jaar iets nieuws. Dus je kunt bewust keuzes maken in de kleding. Het bloesje wat ik aan heb, dat kan ik in de grond stoppen. En dat is dan voeding voor plantjes. Dat is gemaakt van een natuurlijk materiaal. Dus er is heel veel mogelijk. Alleen je moet er even over nadenken. Nou, grondstoffen waar wij elke dag mee te maken hebben, waar we snel last van hebben, dat heeft te maken met afval. Hier staat de eerste ding. Ik wil vragen, hebben jullie enig idee hoeveel afval jullie per persoon per jaar produceren, restafval? 75 kilo, wie zegt er meer dan dat? Wie zegt er meer dan 100? Meer dan 125? Meer dan 150? Meer dan 175? Meer dan 200? 225? We haken al wat af. Nog iemand meer? 250? Per persoon, hè? Wie biedt nog meer? Nou, gemiddeld in Nederland is het zelfs 250. Jullie doen het ietsjes beter. 184 kilo per persoon per jaar. En is dat nog uitgestuurd naar de rest? Nee, dat is nog niet. Dus het gaat over restafval, dus de grijze container. En dat is in principe 4 keer zoveel als in de jaren 50. Dus eigenlijk. De plannen zijn dat we weer terug moeten naar 75 kilogram per persoon. En om het nog leuker te maken, dat is niet pas over 30 jaar, dat is in 2020. In 2020 moeten we al terug naar 75 kilogram per jaar. En waarom? Omdat we zo ongelooflijk veel produceren. Dus we hebben met de gemeente, ik heb het zelfs opgeschreven, met het ministerie van INM,
met Rijksstaten staat de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten en de NVDR, NVRD. Dat is een groep die de Nederlandse gemeenten vertegenwoordigt en die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer in openbare ruimtes. Met elkaar hebben gezegd, we hebben ambitie, wij moeten terug met het afval. Dat kan op verschillende manieren, je kunt het gaan scheiden, je kunt het anders gaan inzamelen. Elke gemeente pakt dat anders aan, maar ik ben natuurlijk heel benieuwd. Hoe zouden wij in Epe die grote stap kunnen maken? En ik blijf nog steeds rondzingen. Ja. In het begin was het niet, toch? Had ik het idee. Hij is harder gezet. Kan ik hem zelf dan ook nog regelen? Leon die denkt, Nou, en anders moet ik hem uitzetten en gewoon hardop praten, dat kan ook, hoor. Als jullie er echt last van hebben, moet je even een seintje geven. Ik zal proberen zachtjes te praten, dan gaat het misschien al iets beter. Goed, het eerste onderwerp met de kernvraag. Gaan we de doelstelling halen? Maar vooral, hoe gaan we de doelstelling halen? Zal ik gewoon van links naar rechts beginnen? Wie van jullie wil er wat over zeggen? Emrys. Ja, de doelstelling is dat we natuurlijk moeten gaan halen, maar 2020 is denk ik nog te vroeg. Als je ziet waar we vandaan komen al met inderdaad de LZ plastic, de extra container die erbij zit, zullen we nog verder moeten gaan in het bewustzijn bij mensen dat ze inderdaad zeggen van oké, glas, papier, plastic, groen. En wat dan nog over is de restafval. Dus scheiden is wel een eerste stap. Ja, er zijn ook mooie onderzoeken die zeggen van je zou het met nascheiding kunnen doen. Hè. Amsterdam heeft een hele complete installatie neergezet, gooi alles maar bij elkaar en dan wordt daarna nog gescheiden. Maar dat systeem hebben we niet. Want het zal wel moeilijk worden. Dus je moet echt kijken naar het bewustzijn van mensen verder gaan doorvoeren. En er moet ook een financiële prikkel zijn om dat te gaan doen. Dus het is goed dat mensen zeggen van we willen gaan afval gaan scheiden. Voor het milieu, zoals dat zit op het kader van duurzaamheid. Maar ook die financiële prikkel. We zijn ook een van de gemeenten die erg lage lasten hebben, maar qua afvalstofheffing zit het nog vrij hoog in de regio. Dus dat kan, als we dat met elkaar gaan doen, kan het omlaag. Dus dat is wat dat betreft onze gedachte. En motiveren en zorgen dat mensen er financieel beter worden. Ja, dus een prikkel om dan. Maar wordt die prikkel dan om te straffen als je te veel aflevert? Of wordt de prikkel, je wordt beloond als je weinig inlevert? Het blijkt dus dat het beter werkt om te belonen als je het goed doet. Want als je gaat straffen, als je het niet doet, dan krijg je het systeem zoals we bijvoorbeeld in Apeldoorn jaren geleden hebben gehad, DIFTA, gedifferentieerde tarieven. Dan moet je bijna een slot op je container zetten, want anders dan gaan mensen s'avonds bij nacht en ontijd voor belonen is dat wat verenigd werken. Als je duurt, zolang ze snel weg. Dus ja, belonen is altijd beter dan straffen. Oké, nou dankjewel voor je standpunt. Jan Willem. Ja, dankjewel. We gaan natuurlijk bij lange na niet halen. Ook niet? Oh, lekker positief zijn jullie. Uh-huh. 184 kilo. We zijn al jaren bezig om afvalkilo's te verminderen. En jaren, we houden iets dichter bij je mond. In jaren gaat dat al slecht. Dus het doel is in 2020 naar 75 kilo per persoon echt niet. Wanneer dan? Heb je een bepaalde datum dat je denkt dat zou wel haalbaar zijn? Nee. Ook niet? Ik ga geen datum opzetten. Ik denk dat het belangrijkste is om het aan te geven, is gaan we wel een stuk bewustwording, want bij bewustwording krijg je minder afval. Afval en alle duurzaamheid, ik heb er heel veel over meegemaakt, alle duurzaamheid, hoe mooi de verhalen ook zijn, dat we het allemaal doen voor het milieu. De grootste drijfveer die ik overal zie bij duurzaamheid is toch geld. Als het nou om individueel gaat, of bedrijfsmatig of het grote afval. Vind ik interessant, kom ik straks op terug, want uit andere onderzoeken blijkt dat eigenlijk niet zo te zijn. Wat je nu ziet, waar ik het niet over heb, is de manier waarop we nu weer denken die afvalstroom te gaan verminderen. We denken als het mensen maar moeilijk genoeg maken om afval weg te gooien, dan gaan ze wel minder weggooien. De plannen zijn nu om ondergrondse containers centraal neer te stellen, waardoor iedereen met zijn afvalzak naar containers moet gaan lopen. Of met zijn afvalzak achter de auto, omdat heel veel hier in het buitengebied wonen, een heel stuk moet gaan rijden om de afval weg te gooien. Het gevolg is dat mensen gewoon autorukjes gaan maken om het wel. Oké, bij de VVD hoor, hoe zouden jullie hier naartoe willen? Waar pleiten jullie voor? Wat zou de oplossing zijn? Het gaat om bewustwording, het gaat om voorlichting. Bewustwording. Eindelijk wordt er iets niet dat we hier alleen maar lokaal op kunnen lossen, maar uiteindelijk uit het landelijk dan wel Europees beleid moet komen. Als er minder afval het huis inkomt, en dan hebben we het over verpakkingsmateriaal en dat soort zaken, zullen we ook minder afval moeten gaan weggooien. Oké. Okay. Maar dan ga je regeltjes opleggen die dan de VVD eigenlijk is van minder regeltjes. Het is bewustwording. Maar het gaat er niet om dat we hier in de gemeente nu zeggen, wij willen 75 kilo, dus we gaan burgertjes pesten met een enorme rekening op afvalstoffenheffing, dan gaan ze maar minder weggooien. Oké, dankjewel Jan Willem. Albert. Ja, duurzaam 2020, 75 kilo restafval.
is ongelooflijk ambitieus als je van bijna twee. Dat vind ik een positieve instelling, die gaan we weer halen. Het is ambitieus, ja. Dat vind ik. Ik denk namelijk dat het zou kunnen. Maar. Mag iets dichter bij de mond houden? Iets dichter bij de mond. Dan moet er wel ontzettend veel gebeuren. Ik ben het inderdaad met Jan-Willem eens dat je natuurlijk landelijk moet kijken van hoe voorkom je dat er veel afval het huis inkomt. Alleen dan kunnen we lokaal niet zoveel doen. Exact, maar wat kunnen we lokaal wel? Want daar ben je natuurlijk mee bezig gaan. Lokaal kunnen we wel dingen doen. Als je nu even kijkt bijvoorbeeld, Jan-Willem had het net over die nieuwe plannen van de afvalstoffing en zeg maar via kleine containers. Ben ik tot die... Weet je wat, ik doe me vast uit. Ben ik het nou? Poging 2. Ja, ik ben wel hard, dus wat dat betreft. Oké, sorry, ga door. Dat ik net wil zeggen, als dit goed gaat, er zijn een paar inspraakavonden geweest om te gaan kijken van kunnen we eigenlijk die afvalstroom terugbrengen. Alle avonden zijn gecanceld, omdat er geen enkele belangstelling was. Oké, maar we moeten naar een doelstelling toe, jongens. We moeten in 2020 eerst de doelstelling 75 kilo. Dus dat het tot nu toe nog niet gelukt is, is heel vervelend. Dan hoe gaan we er komen? Wat stelt jouw partij voor om dan toch die versnelling teweeg te brengen? Ja, en dat is dus wat mijn partij wil. Wij willen dus dat er veel meer op ingezet wordt. Het blijkt dus dat het bij de burger niet leeft. En we kunnen dus wel allerlei mooie dingen verzinnen, maar het helpt niet echt. Wat echt belangrijk is, is dat we echt aan de gang gaan, dat we de inwoners betrekken. In praatgroepen, door ze uit te nodigen, desnoods de deuren langs te gaan. Te zeggen, mensen, je moet het anders gaan aanpakken. Je zou voor de gein eens keer gewoon bij iemand in zijn tuin moeten neerleggen hoeveel voor 185 kilogram eigenlijk is. Ik denk dat je dan in één keer denkt, wow, dat moet anders kunnen. Goed zo, dankjewel. Ja, sorry, het is alweer voorbij. Henk, meneer Bakker. SGP ChristenUnie het wel in 1 minuut kan vertellen hoe het moet. Wij houden van eenvoudige oplossingen. Ik heb zelf zitten denken, we hebben nu een hele grote containers van 240 liter. Er is een nieuwe pilot, daar mag zo mijn buurman niet over zeggen, daar ga ik niks over zeggen. Maar ik ben er eerlijk gezegd nog niet zo'n voorstander van. Maar daar is toch een pilot voor om te kijken, werkt het wel, werkt het niet. Maar iets heel simpels zou wat mij betreft gewoon zijn, geef aan alle burgers hele kleine afvalcontainers. Zulke afval, restafvalcontainertjes. En daarmee geef je eens fysiek signalen van mensen, u moet weinig afval inleveren. Want 75 kilo in 2020, dat wordt echt heel lastig. Dat vind ik wel een hele aardige optie, want dan maak je het ook inzichtelijk hoeveel je eigenlijk maar per week zou mogen. Zeg niet dat je er niet overheen mag, dat kan altijd op je eigen keuze zijn, maar je maakt het wel inzichtelijk. Daar wil ik heel kort iets over zeggen. SGP ChristenUnie is natuurlijk ook voor de gezinnen. Dus grote gezinnen zullen een iets groter container. Het gaat om 75 kilogram per persoon, dus dat worden dan 4, 5, 6, 7 containertjes? Zeg u het maar. Oké, goed zo. Voor de luiers, ja, dan kun je ook weer uitwassen en zo. Nou, je buurman dan, Jan Albers. Het gaat over het terugdringen van de hoeveelheid restafval. Je kunt als eerste stap, zou je moeten doen, mensen overtuigen van het nut van het beperken van hoeveelheid afval die ze produceren. Ten tweede, zet er een prijs op. En een prijs dat hoeft niet altijd geld te zijn. Diftar is net genoemd. Als je kent iedereen Diftar? Differentieert daarin. Wie kent het niet? Je zegt, joh, leuk die naam. Je restafval in de zin van... Wie durft het toe te geven dat hij nog iets... Oké, iets. Ik ken het namelijk. Hij legt het goed uit? Nou, ik wilde net zeggen dat DIFTA kan betekenen dat je per kilo gaat afrekenen of per keer dat je die afval helemaal wordt geleverd. Dat klopt aan. Als je mensen in de portemonnee treft, dan gaan ze hun gedrag aanpassen. Maar het is veel beter om het gedrag te laten aanpassen via overtuigen. En als je dat dan bereikt, moet je ook de service erbij leveren. Als je je gedrag goed hebt, dat je dus goed je grondstoffen scheidt van je restafval, dan komen we dat, die grondstoffen komen aan huis ophalen. Hey, en dan gaan we dat redden. Restafval wat je eigenlijk niet zou willen, dat ga je dat wegbrengen. We noemen dat in vaktermen om. Ja, daar ben je al een invulling bezig, daar wil ik nog eigenlijk nog niet heen. Gaan we dit redden? Het zou kunnen, als we dat systeem gaan invoeren. Als we dat systeem gaan invoeren, je kiest eigenlijk al voor een systeem. Henk heeft het net verteld van, we gaan daar een proef mee doen. Heel goed. Verreweg de meeste gemeenten hebben eerst de prijsprikkel ingezet en gaan daarna de serviceprikkel inzetten. In Epe proberen we van het
nou ja, gooi maar weg en we halen het wel op, naar de servicepack te gaan. Als dat werkt, dan hebben we een heleboel gedoe overgeslagen met tarieven en rekeningen en zo. Dus ik ben ervan overtuigd dat het kan werken. Ik kan zo vragen. Ja, dankjewel. Ik ga eerst er eentje af en dan mag u een vraag stellen. Zullen we dat doen? Want dan kunnen we het even bundelen. Ja, Hans. Ja, heb ik expres gedaan. Ik sta nog aan de lok. Ja, zeg het maar. Willen we het gaan halen, dan zal er heel veel moeten gebeuren. Ja. Niet alleen in onze gemeente, maar ook landelijk. Mm-hmm. Daar hebben we vorige week een motie over aangenomen om als een van de gemeenten te steunen dat er statiegeld terug moet komen in Nederland. Voor de kleine verpakkingen en andere verpakkingen. En daar begint het met. Producthergebruik. Als een fles 75 keer meegaat in plaats van één keer, dan heb je al ongelooflijk veel verpakkingsafval teruggedrongen. Toen ik straks in het kennismakingsrondje van waarom sta ik hier, ja, is D66, om meerdere redenen, maar ik kan me ook nog heel goed herinneren dat ik geraakt werd door de boeken van Jan Terlouw in de jaren 70 als jongeling, koning van Katoor en dergelijke, die toen al begon over duurzaamheid en die in 1978 al een verpakkingenwet indiende. En Jan Terlouw is beroemd geworden met de wereld draait door, hè? Touwtje uit de deur. Touwtje uit de brievenbus. Uit de brievenbus, ja, vertrouwen. Ja. Okay. Dus dat product, het herverbruik, dat moet terugkomen met statiegeld en retourpremies. De financiële prikkel waar we in buren ook al over hadden. Ja. Maar dat moet landelijk geregeld worden. Daar hebben wij geprobeerd een klein deel van de gemeente aan te geven. Het tweede is, waar we andere buurman al op wees, is gewoon goed nastrijden. Dat moet je gewoon op een gegeven moment gaan doen. Oké, ja. Dus dan niet aan de voorzijde, maar dan juist weer aan de achterzijde. Eerst aan de voorzijde met statiegeld en retourpremies en daarna aan de achterzijde. Zo minder aan de voorzijde, aan de achterzijde. Oké, okay, dankjewel. Dat zouden we gaan doen, dan komen we. Dan komen we wel. En dan gaan we halen in 2020. 2020 niet, maar 2021, uit Lening. Ja, dank u wel. De PvdA is duidelijk voorstander van afval naar grondstof. We denken dat we niet langer meer moeten wachten met een besluit nemen, maar dat we wat meer daadkracht moeten tonen en vooral inzetten. Gelukkig is er toestemming van de Raad om die pilot te doen. We denken wel dat er wat maatwerk nodig is, want heel veel mensen zullen waarschijnlijk ook hun restafval niet naar die grijze container kunnen brengen. Daar maken we ons nog wel wat zorgen over. Maar dat is in kort gezegd wat de PvdA wil. Daadkracht, niet langer meer wachten, doen. Dankjewel, heel goed. Prines. Ja, dankjewel. Ik ga je eerst aan. Wat net ook al gezegd wordt, een stuk bewustwording is best belangrijk. Ja. Dat mensen ook weten wat ze weggooien en weten wat ze kopen. En met name ook weten wat ze kopen. Tegenwoordig, als je ziet hoe iets verpakt is, het is soms van de gekke dat er natuurlijk een tandpasta in drie verpakkingen geleverd wordt, om er even iets te noemen. Zorg er gewoon voor dat ook de bewustwording ook bij die producenten terecht gaat komen. Want de producten blijven wel gekocht worden, alleen je moet er wel voor zorgen dat inderdaad die verpakkingen wel teruggedrongen worden. Ja, dat klinkt natuurlijk heel mooi, maar dan heb je het echt over landelijk, overkoepelend. Ja, we hebben net gehad, we moeten het eigenlijk vanuit de gemeente, wat wij kunnen doen, daar moeten we eerst op inspelen. Ik heb al gezegd, ik kan me ook herinneren, want ik kom ook uit die tijd, wij hadden een zinken emmer thuis. Er zullen best mensen zijn die ook zo'n zinken emmer hadden. Ik heb hem nu nog steeds mee, want ik heb hem meegenomen, hij staat bij mij in de tuin. Maar dat ding werd één keer in de week opgehaald. En nu kan je gewoon echt niet voorstellen dat hij dan nog ineens vol zat in de week. Ja, kun je nagaan. Vergeleken met nu. Ja. Dus ja, doelstelling halen dat in 2020, ik denk het niet. Een stuk bewustwording belangrijk, wat mijn buurvrouw zegt, ook zorg dat ook over heel veel afval van de grondstoffen gaan worden. Ja. En ik denk dat we daar al best een eind mee gaan komen. Ja, ik zie heel veel uitdagingen. Hebben jullie kunnen geven vanuit de zaal? Kan ik me voorstellen dat er wel wat vragen zijn? Ja. Hoe we hebben, en daar is het vooral uit, hè? Hoe wil je dat gaan halen? Wat kunnen wij voor jullie dan betekenen? Ik ben al een sportschool geweest, maar. Oh, ik ben wel eens een keer. Mijn naam is Harry Keizer. Ik heb met interesse alles eerder aangehoord. Wat mij erg opvalt, is dat de VVD niet thuis geeft. We schrijven alles gewoon door. Ja, ik wil moeilijk kijken, maar het is wel zo. We schrijven gewoon alles door en wij hebben geen idee waar we het over hebben dan. Zo lijkt het. Wat is mijn vraag? Mijn vraag is, het gaat wat breder. Hoe gaan we om met megastappen? Dat is even een ander onderwerp. Hè? Ja, dat valt in deze gemeente, en het rentmeesterschap van het CDA, is een beetje oogwollig en akkoraal. Oké.
Oh, ik vond het wel mooi. Ik heb meegesteld het parkeren even aan de borrelbank, want dan mag u rechtstreeks vragen. Hoe we gaan met afval om kunnen gaan en hoe we dan naar in 2020. En dan denken jullie, ach, dat gaat veel te snel, maar het goede nieuws is dat in 2030 heel Gelderland afvalvrij wil zijn. Dus dat alles circulair gaat worden. Dus tempo zit erop. Ja, wat ik wel verbazend ben, ik vind het eigenlijk... Wie ben je? Oh, sorry, Erik Bouwsinga. Ik woon nog niet zo lang in de gemeente Epe, maar ik vind het prachtig hier. Verfrissende blik, daar houden we altijd van. Ja. Maar wat ik wel frappant vind, is dat eigenlijk geen van de lijsttrekkers het heeft over afval in de zin dat het ook een grondstof kan zijn. Ik heb niemand gehoord die zegt van dat kan een grondstof zijn voor producten en dat je daar kansen in kan hebben. Ik vind het altijd interessant als ik naar Circus Berkel toe ga en daar mijn afval wegbreng, dat ik al wat ongelooflijk veel geld op betalen. En dat ik er wel bijna zeker van ben dat Circus Berkel denkt, nou dank u wel, u scheidt het voor mij nog, dat hoef ik zelf dus ook niet te doen. En die grondstoffen die verkoop ik lekker op de markt. Ik kan me niet voorstellen dat we daar niet slimmer mee als gemeenschap, Epe Vaassen, dat we daar niet slimmer mee om kunnen gaan. Als Circus Berkel, als die daar geld mee kunnen verdienen, dan is dat volgens mij slimmer om mijn eigen te houden. Dat aardige, ik ben Eppel Gutteling, ik werk voor Circus Berkel omdat ik bedrijfsleider ben van Kringloop Centrum in Vaassen, waar onderdeel is van Circus Berkel. En het aardige is nou juist, doordat je onderdeel bent van Circus, dat je ook voor gescheiden grondstoffen, dat je daar massa in kan maken, omdat je het voor meer gemeenten inzamelt, dan verkoop je die grondstoffen aan vervolgverwerkers en alles wat dat opbrengt. Kom je terug bij de inwoners van Epe. Dus ik zie het probleem niet van het vorige gesprek. Maar dan ben ik wel heel nieuwsgierig hoe jij dan van de branche denkt, hoe kunnen we hier in de gemeente Epe in 2020 terug naar 75 kilogram? Wat zouden dan belangrijke stappen kunnen zijn? Ik denk dat heel bij ons, ik ben heel blij met Epenaren en de Vaassenaren, want er brengen zoveel spullen bij ons. En tegelijkertijd trekt die gemeente en die hele gemeenschap aan ons, want ik ben de afgelopen twee weken al 4 medewerkers kwijtgeraakt omdat de sociale dienst nu echt gaat beginnen aan de mensen waar ze 5 jaar lang niet mee bezig hebben kunnen zijn. Ander onderwerp? Nee, dat is ander onderwerp, dat is wel een zijspoortje. Kijk, wij krijgen ongeveer 300.000 kilo aan spullen binnen, maar heel veel kunnen we niet refereren, omdat je daar ook echt geschikte mensen bij feite weinig voor nodig hebt die anderen weer kunnen opwerken. Dus jouw oproep zou zijn van jongens, gaat ons daar het sociaal aspect krijgen en er mensen die daarmee aan de slag kunnen. Precies. Oké, wil iemand reageren? Kort en krachtig. Ja, Circus Berkel is een bedrijf ook van ons. Wij zijn als gemeente Epe samen met Apeldoorn en een aantal andere gemeenten zijn eigenaar van Circus Berkel. Dus als het daar goed gaat, dat betekent dat de middelen komen terug bij ons. En dat gaat dus in de verlaging van de afvalstofheffing. En wat die meneer net aangeeft, hier gaat het over restafval. En als u naar de milieustraat gaat en u gaat restafval wegbrengen, dan moet u betalen. Maar dat is puin of andere zaken. Maar glas, papier, textiel, plastic en groenafval kunt u allemaal aanbieden zonder dat het betaald hoeft te worden. Het gaat juist om de restafval waar het om gaat en dat is de productie, het probleem. Dat is namelijk het meeste wat er blijft bestaan. En maar goed, dat blijft nog steeds het feit dat we van 184 kilo naar 75 moeten. Of zit bij die 184 ook geen plastic en geen ander materiaal? Alleen de restafval. Echt alleen, maar goed, dan moeten we nog steeds van 184 terug naar 75. Dat klopt, en dat gaat volgens mij aan bewustzijn. Dus echt, want ik hoor mensen nog steeds praten dat ze naar de Chinees zijn geweest en een tas hebben met bakken vol, met half vol. Dat ze zeggen, nou die gaat zo de grijs in. Dan zeg je, ja, kleine moeite om even dat groene eruit te halen. En het kan bij het plastic, het hoeft niet schoongemaakt te worden. Je kunt gewoon de plastic bakken bij het plastic doen en je etensresten bij het GFT-afval. Daar bespaar je al heel veel mee. Dat zijn hele kleine dingen en dat gaat gewoon tussen de oren. En de financiële kosten. Waar gaan we dus naar? Wow! Ik wou het eigenlijk langzaam wel een korte vraagjes, oké? En heel korte antwoordjes, maar de antwoorden liggen daar. Nee.
Ja. Hi, ik ben Daniel. Ik vond inderdaad dat er een opvallende afwezigheid was van concrete voorstellen. En ik vroeg me af waarom de gemeente niet zelf ook als een van de eerste stappen het goede voorbeeld geeft. Bijvoorbeeld niet van die bekertjes die niet te recyclen zijn. Dus ik vroeg me af wat de gemeente zelf doet, en dat is eigenlijk een vraag aan alle lijsttrekkers. Om ervoor te zorgen dat de afvalstroom van de gemeente zelf wat kleiner wordt. Ja, ik ga niet aan alle lijsttrekkers vragen. Wie zit er nu in de raad? Jij en met z'n vier, vijven. Dat worden er steeds meer. Oké. Okay. Ja, je mag er wat over zeggen, maar qua tijd zijn we strak. Heel strak. De gemeente doet hier wel degelijk zelf aan scheiding. Een beetje alle afvalbakken zijn weg. Er staan hier allemaal gescheiden bakken. Al die bekertjes worden apart ingezameld. Bovenstaande bakken. Daarin neemt de gemeente wel een voortouw, maar ik kan nog even reageren op meneer daar. Die zegt de VVD sluit de ogen. De VVD sluit helemaal niet de ogen. Er werd net gevraagd om te denken of dit mogelijk is in 2020. Ja, dat de VVD was de vraag. Gewoon, nee, dat gaan we niet halen. Wil je een oplossing horen waarvan de VVD denkt dat die werkt? Dan denkt de VVD dat het werkt als je echt een financiële. Ja, nee, maar dat heb ik ook gehoord. Er werd dus net gevraagd, hoe kunnen we. Ja, nee, dat begrijp ik, maar er werd dus net gevraagd van hoe kunnen we dan dingen zo anders inrichten dat het ons ook eigenlijk al weer de uitnodiging moeten krijgen. Willen jullie je eigen beker meenemen? Wie zou dat dan gedaan hebben? Dat is ook wat ze tegenwoordig in cafés doen, hè? Van luister, je hebt je koffie, dat kost 3 euro. Maar als jij nou een eigen beker meeneemt, betaal je maar 2 euro. En je mag ook nu die beker komen kopen, hoor. Dat snappen we ook wel. Dan krijg je hem ook voor 2 euro. Zou dat voor jullie een prikkel zijn? Of denk je dan, ja, loop ik hier met die beker op zak? Het ligt uiteindelijk wel bij je gedrag, hè? Ik begrijp dat er nog vragen zijn, maar ik moet dit nu afronden, want anders komen we bij de andere onderwerpen in de knel. Ik wil blij dat het leeft. Yes. Maar dan kunnen om 9 uur mag je jezelf ook nog aanspreken en heel goed dat je zegt, ja maar luister, ik zie andere dingen, ga er maar mee aan de slag. Super, vind je het goed als ik dit eventjes afrond? Je hebt geen keus. Goed zo. Sorry. Ja, nee, heel goed. Nou, er valt nog veel over te zeggen, maar het gaat om de vogelvlucht vandaag. En het tweede onderwerp waar we het over willen hebben, is mobiliteit. De laadpalen. Welke mensen rijden er elektrisch? Hand omhoog. Hoeveel laadpalen hebben we voor de auto in de gemeente? 1? 2? En hoeveel voor de fietsen? Dat is een ander gedeelte van de gemeente. Ik heb gekeken bij oplaadpalen.nl. Oplaadpunten.nl. Daar stond dat 1 per 3 heeft. Langs de Lange Veenteweg, de Poelweg en de Dellenweg. Nee, je moet niet van Brussel naar huis. In Brussel naar huis red je niet, hoor. Hier hangt van het weer af. Hè. Het is heel koud, dus heb je een probleem. Er zijn er 3 in Vaassen en eentje in Emst. Maar dat schijnen dus vooral fietsoplaadpunten te zijn. En dus nog niet zo auto-oplaadpunten. Dus daar zit ook nog natuurlijk wel een uitdagingetje in, laten we zeggen. En het is natuurlijk een prachtige omgeving om te fietsen. En we fietsen steeds meer elektrisch. Ik ook. Alleen naar Eindhoven was net iets te ver weg. Dat had ik ook niet gered tussendoor. Maar dat elektrisch fietsen moeten we natuurlijk ook stimuleren en de kans geven. Openbaar vervoer schijnt hier ook niet zo heel erg. Nou, laat ik het anders formuleren. Is ook een uitdaging. Ik heb gekeken van als ik van Utrecht naar Epe wil, dan had ik er 2 uur en 10 minuten over gedaan. Met mijn auto was het 1 uur. Waar het niet dat de file stond, dus alsnog 1,5 uur. Maar ja, dat er zou je een beetje in de fiets kunnen zitten. Die infrastructuur moet verbeterd worden. Dus eigenlijk, wat zou nou de belangrijkste uitdaging zijn om te komen tot voldoende oplaadpunten voor de fiets en de auto? En hoe kunnen we die infrastructuur verbeteren? Er zijn natuurlijk 1001 oplossingen, maar ik vraag nu alleen het belangrijkste. En hoe dan? Kort en krachtig. Ja, dank u wel. Heel kort. We doen mee met de provincie met de aanbesteding van infrastructuur voor oplaadpalen voor auto's. Dat betekent ook bij de nieuwe aanleg hier van het plein daar worden een aantal plekken gecreëerd. We hebben in de gemeente in het zuiden, in Vaassen en Emst, hebben we ook een aantal oplaadpunten. Maar het allerbelangrijkste is, als je praat specifiek over de fiets, is te zorgen dat je een goede verbinding hebt tussen Apeldoorn en Zwolle. Dus dat is de afstand die het meest wordt gefietst, zeg maar, en ook de afstand beperkt, of tenminste, dat die goed is om die afstand te fietsen. Hoe zou je dat kunnen doen? Nou, dat betekent dus dat we een soort snelfietsroute kunnen aanleggen. Daar zijn we nu de voorbereiding en de plan al bezig. En daarmee
bereik je dus met een elektrische fiets tussen Apeldoorn en Zwolle, ga je in een 30 minuten, 35 minuten ga je realiseren. Dan komen mensen vanuit Epen die hier werken, makkelijk naar Apeldoorn en de andere kant op. Nou, veilige oversteek, maar ook voldoende oplaadpalen. We zijn al begonnen in het centrum. In Vaassen staan al oplaadpalen voor elektrische fietsen. Er wordt heel weinig gebruik van gemaakt, want de accu's worden steeds beter. Maar de infrastructuur moet op die manier wel zorgen dat het voor elkaar is. Goed punt. Ja, er worden meerdere malen van die oplaadpalen. Gelukkig zijn we daar ook mee bezig. Daar moeten we ook gewoon mee beginnen, dat moeten we ook gewoon doen. Zelfs met het bouwen van de parkeergarage was VVD ook vragen gesteld. Dus de parkeergarage zoals die net nieuw hebben op de markt ook voorbereid was. Het liefst eigenlijk al die palen erin. Nou, de garage is voorbereid, dus dan kunnen we ze zo plaatsen. Deel de mening niet van snelfietspaden. Die liggen hele mooie fietspaden tussen Apeldoorn en Epe. En ook richting Zwolle. Zijn de hele weg helemaal aan het opknappen met een mooi fietspad ernaast. Kapitale investeringen in de snelfietspad, dat hebben we ook ergens anders in de steden van gezien, miljoenen gekost. En, nou, ja, maar dan wil ik hier naartoe. Hoe kunnen we dat hier verbeteren? Je hoeft niet te weten. De fietspaden liggen er, de wegen liggen er, elektrische auto's rijden gewoon op de weg die we hebben. We moeten alleen zorgen dat we op veel meer plekken goede oplaadpalen hebben. En je ziet heel veel recreatieondernemingen juist al zorgen voor oplaadpunten voor de fietsers, want die trekken graag die fietsers naar hun locatie. Is het een taak van de gemeente om daar... Zouden de bedrijven dat zelf moeten doen? We zien de fietsoplaadpunten zien we heel goed ingevuld worden door ondernemers. Met elektrische laadpalen denk ik wordt dat wat lastiger, maar ook daar zouden we kunnen samenwerken met energiebedrijven en ook lokale ondernemers die er al zijn, die al gewoon een oplaadpaal ter beschikking stellen. Oké, fantastisch. We gaan gelijk naar de buurman door. Albert. Nou, ik heb een andere mening als CDA, heb een andere mening dan mijn voorganger. Goed zo. Wij denken dat er wel te tegen heel veel te winnen valt. Wij denken dat er heel veel te winnen zal zijn door de fietsvoorzieningen veel beter te maken. Hoe? Dus even los van wellicht de snelfietspad, maar er zijn heel veel paden in de gemeente. Ik denk bijvoorbeeld aan de Dorpenweg. Ja, de Heerdenweg een stukje wordt aangepakt. Maar de Dorpenweg is een grote verbinding tussen de dorpen. En daar zijn de fietspaden, die zijn nog zeer matig. En dan is dat nog een van de hoofdverbindingen, maar op veel meer plekken zijn onze fietspaden te matig. En ik denk dat als het makkelijk fietsen is, maar vooral het veilig fietsen, ja, dat mensen de fiets veel meer zullen gebruiken. Oké, nou goed punt. We gaan naar je buurman. Ja, ik denk op zich voor woon-werkverkeer, als je de auto kunt laten staan en zeg maar de e-bike gaat pakken, wat ik zelf ook vaak doe, dan heb je echt een stuk winst. Ik weet even niet precies in welke gemeente het is, maar ik las onlangs dat er ergens een gemeente was die had bijvoorbeeld 30 elektrische fietsen beschikbaar gesteld in een bepaald dorp. Oh. En dan kunnen mensen zelf ervaren hoe heerlijk het is om op een e-bike te rijden. Maar je hebt in Parijs ook dat je gewoon een pasje erin doet en dan kun je die fiets lenen en dan fiets je ergens. Trouwens, NS doet het toch ook? Ja, zo ver zijn wij inmiddels ook al wel. Zou dat wat zijn voor de gemeente? Ja, NS, nee, maar goed, als voor. NS doet het, maar ik weet in Parijs ook, heb je verschillende punten staan die fietsen. En dan laat je ze iedere keer terug op vaste oplaadpunten. Dat je zelf niet een dure elektrische fiets hoeft aan te schaffen, maar dat je het wel kunt stimuleren. Want dat ding gebruik je toch niet 4 per dag. Ja, we hebben op dit moment in Epal zo'n project met fietsen die inderdaad meegenomen kunnen worden, maar dat zijn geen e-bikes. En ik denk inderdaad, de milieuwinst zou erin zitten, mensen uit de auto op de fiets. En ja, als je met je gewone fiets naar het werk gaat, ik ben zelf ook iemand, ik fiets ook wel sportief, maar ik zweet nogal makkelijk en dan is het toch niet prettig om bezweet op je werk aan te komen en dan is een e-bike echt een uitkomst. Okay. Dus wat dat betreft zou ik zeggen, kan de gemeente echt nog wel een mooi voorbeeld geven. Ja, nou, dat is een leuk alternatief. Ik wil graag voor het langere afstandsverkeer auto's naar elektrisch rijden. Laadpalen daarvoor, volgens mij hebben we er al plenty staan, alleen er zit nog niet de goede stekker aan. Lantaarnpalen zijn met een Engelse vinding makkelijk om te bouwen tot laadpalen voor auto's. Dus laten we eens beginnen met één per straat en oké, langere straat. Dat vind ik een leuke uitvinding, om lantaarnpalen om te bouwen tot laadpalen. Verder voor de kleinere afstand, de afstand in het dorp, moet die auto helemaal niet. Wij zijn eigenlijk altijd nog verbaasd over de grote hoeveelheid lokvoorzieningen die we hier in het centrum van Epe en Vaassen hebben voor auto's. We hebben rijen parkeerplaatsen, we hebben hier zelfs een parkeergarage midden in het centrum. Dat is helemaal niet nodig. Als je zorgt voor dat er goede ruimte is voor de fiets, een veilige route vanuit de wijken en de scholen naar het centrum, het rode lopen. Dus je maakt hier gewoon gelijk een groot park van waar iedereen lekker kan zitten en een beetje chillen en met elkaar praten. Elfie, je snapt het helemaal. Ik snap het helemaal. Ik jammer dat ik nog niet in de gemeente woon, maar dat dus zijn. Het standpunt vanuit D66. Ja. Eerst even correctie op mijn buurman. Er komen niet alleen maar mensen vanuit de gemeente Epe of Vaassen naar Epe toe om daar boodschappen te doen en te winkelen, maar ook van veel grotere afstanden. Dus je zal nog steeds parkeervoorzieningen en oplaadpunten moeten realiseren. Nee. Ga even door.
Ja, sorry, ik moet even... In ieder geval twee dingen die er moeten gebeuren. Eén, gelukkig is het nu het initiatief genomen om samen met de provincie een aanbesteding te doen voor laadpalen voor auto's. En het tweede, zullen we, wij willen graag een toeristische gemeente zijn met 100% wild. Dan moet je ook goed kunnen fietsen. Dus niet alleen voor het woon-werkverkeer, want dan kan je zelf wel die sticker in de stopcontact steken. Maar voor al die toeristen zullen we ook een aantal dingen moeten. Maar al dat fietsen is dat voor het wild ook niet verstoord? Maar ook gewoon zelf een aantal voorzieningen in de verschillende dorpen op belangrijke plekken regelen. Oké. PvdA. Ja, dank u wel. Ik ben eigenlijk van mening dat voor elektrische auto's wij als gemeente heel weinig kunnen doen. Behalve ervoor zorgen dat we voldoende snelheidspunten hebben. Wel vind ik dat de overheid wat fiscale tegemoetkomingen moet doen. Zodat het voor iedereen betaalbaar wordt om een elektrische auto aan te schaffen. Nu is voor een groot deel van de bevolking is dat gewoon nog niet mogelijk. Vooral een tweedehands auto niet. Waar we wel in een groene gemeente voor kunnen zorgen is ervoor zorgen dat korte afstanden op de fiets of op de e-bike afgelegd worden. En vooral veilige, zorgen voor veilige fietspaden en dus natuurlijk de snelfietspaden. Ook dezelfde, dus ook de afsluiting graag aan voor het werkverkeer, voor de studenten die naar school kunnen fietsen. Ja. En vooral het openbaar vervoer, dat moet ook betaalbaar worden. Betaalbaar kan gewoon gratis in Epe. Ja, zouden we wel willen, maar dat geldt zo ergens vandaag. Zoveel openbaar vervoer is er niet, zou je dan denken. Dus dan denk ik, moet een klein stukje. Ja, maar onze kinderen zijn wel afhankelijk van openbaar vervoer. Ja, nou voor alle kinderen openbaar vervoer gratis. Jong geleerd is oud gedaan. Ja, ik zou het voor zijn. Nou, dat vind ik wel niet bespreekbaar. Dat hebben jullie natuurlijk sowieso niet. Ja, vind ik mooi? Oké. Okay. Ja, zeg maar. De Doorspartij. Ja, we zijn natuurlijk een toeristische gemeente. En dat betekent dat wij graag de toeristen hier in de gemeente Epe willen hebben. En dat betekent ook dat we hier zeg maar, de mogelijkheid hebben, een schitterende fietspaden, dat we de mogelijkheid hebben ook om de toeristen hier naartoe te halen. Maar heel veel toeristen die hier fietsen, ja, doen het wel vaak elektrisch. Die nemen de fiets mee en die gaan hier rondfietsen. Ik ben heel duurzaam. Ik heb helemaal geen elektrische fiets. Ik heb twee normale fietsen. Dus stoot je meer CO2 uit rond geheig, maar dat is prima. Nee, ga door met je minuut loopt intussendoor. Maar we zien natuurlijk ook heel veel ouderen op onze kanten komen in de gemeente Epe. Ja. Rust en ruimte. En dat betekent ook dat die mensen ook veilige fietspaden willen hebben. En die komen wel met elektrische fietsen, die e-bikes. En die zoeken ook natuurlijk ook de punten op waar je dan zeg maar, de fiets makkelijk en snel op kan laden. Ja. Dat is één. Nou, aan de andere kant is ook wat ik net al zei, veilige fietspaden, daar zijn we zeker voor. Dus we zien het ook niet zo snel zitten dat er snel fietspaden aangelegd gaan worden. Waar ook de oudere mensen op aan het fietsen zijn, al of niet elektrisch, die dan zowat op ons de bovenste fietsen worden gedaan door mensen die... Ja, maar dan heb je dus de snelfietspaden. We hebben een vraag, zijn de snelfietspaden, zijn dat dan paden waar je alleen maar snel mag fietsen met je speedpedelecs? Of zijn snelfietspaden fietspaden waarbij je geen stoplichten hebt, waarbij je geen rare kruising hebt, waarbij je gewoon snel kunt fietsen, want dat zijn twee verschillende dingen. Ja, nee, dat klopt. We hebben ook gezegd van in ons verkiezingsprogramma hebben we ook gezegd van snelfietspaden zijn er niet zo voor, maar als mensen heel hard willen fietsen, dat zie je ook in andere steden gebeuren, dan gaan ze gewoon het fietspad af, helm op en dan komen ze. Ja, oké, maar dan heb je het over hard fietsen. Ja. En ik wil even weten of dat snelfietspaden en hardfietspaden zijn of het nee, de ruimte aan. De bedoeling is dat die snelfietspaden, het zijn geen snelfietswegen of geen fietssnelweg zoals het is, dat je daar alleen maar allemaal snel verkeert. Nee, je moet ze breder maken, zodat je van twee kanten verzoenlijk kunt fietsen en dat je een doorgaande verbinding hebt. Dus als je van Apeldoorn even naar Epe rekent, dan moet je daar geen stops hebben. Bij de gevaarlijke rondwegen, bijvoorbeeld in Vaassen, laten we vast naar Eekterweg. Dan moet je zorgen dat mensen door kunnen fietsen zonder dat ze moeten stoppen. Om op die manier de veiligheid en de tijd te bekorten. Oké, nou dat is goed dat we dat even opgehelderd hebben. Want dat zijn natuurlijk wel twee verschillen. Ik had toch net een handmicrofoon. Hey, Leon heeft hem. Nou Leon, wie heeft vragen aan een van de woordvoerders, aan van de partijen, over dit onderwerp? Leon, hier. Ja, ik heb geen microfoon. Ik moet bijna op schoot gaan zitten. Robert, jij hebt het over een snelfietspad, dat is waarschijnlijk ook het verloren spoor wat je bedoelt. Er is het oude spoor aan het gezicht. Ja, dat bedoel ik. Waarom hebben we aan de Herenweg dan al die bomen weg moeten halen om een breed fietspad te leggen als we toch achterlangs hadden kunnen fietsen? Want dat hebben we voorgesteld. Ja, ik denk dat je daar die vraag heel duidelijk bij de provincie neer kunt leggen. Het is een provinciale weg. Oh. Wij zorgen voor de infrastructuur, de wegen in onze gemeente.
Ook aan de Heerdeweg binnen de bebouwde kom hebben we verzorgd. Dus daar zit ook de fietspaden keurig netjes in het schema. Maar we hebben de dorpenroute, we hebben de snelfietsroute waar, dus het oude spoorbaantracé wat nog geen snelfietsroute is, maar wel ideaal geschikt zou zijn, even onderzoek uit geweest. En we hebben de fietsroute langs kanaal. Het zijn drie routes die ieder zijn eigen afstanden hebben. Maar de snelfietsroute is een project vanuit de provincie, vanuit Apeldoorn en vanuit Epe. En er zijn ideeën om hem door te trekken eventueel naar Zolle toe. Die heeft het wel van de provincie. En ik, daar was de gemeente ook over eens dat het absoluut niet over het verloren spoor komt. En nu gaat ineens dat verloren spoor wel het fietspad zijn. Ik snap het niet meer. Ik weet in ieder geval dat 10 jaar lang al gesproken wordt over een snelfietsroute over het oude spoorbaantracé. Er zijn een aantal voorkeurstrajecten. Dat was en de dorpenroute, dus de normale weg zoals nu langs de Heerdeweg. Of langs het kanaal. Of het oude spoorbaantracé. En onderzoek heeft uitgewezen, daar is een keuze voor gemaakt, dat het oude spoorbaantracé het meest aantrekkelijk is voor een snelfietsroute. Niet voor gewoon fiets. Maar ik wil even terug, want dit is iets wat al wel speelt. Ik wil natuurlijk ook terug van waar gaan we naartoe als het gaat over hoe kunnen we het makkelijker, fietsvriendelijker maken? Hoe kan de provincie gaan samenwerken met de gemeente? Want ik begrijp er dus wat gescheiden wegen over zijn. Hoe zouden we dat kunnen doen? Daar wil ik de vraag nu even naartoe trekken over dit specifieke onderwerp. Leon, 1, 2, wie nog meer? Dan kan ik even van tevoren inventariseren. 1, 2, 3, 4. Oké. Okay. Ja? Daar was er een. Wie mevrouw? Mevrouw. Ik ben ook mijn naam is Annemie van Loon. Ik ben fietsen. Dat weet Jan van Pol alles van, hè? Mij valt op dat er niet wordt gesproken over scholen. We hebben het over onze toekomst. Daar zit een stuk toekomst, die overigens ook wel verschillende vragen heeft, weet ik. Waarom, jong geleerd is oud gedaan, waarom steken we niet wat energie in de omgeving van de scholen, zodat mensen hun kinderen niet meer op de achterbank van school hoeven te brengen en ze leren dat fietsen leuk is. Goed zo. En de dorpskeren maken niet toegankelijker voor fietsers, want het is slaan om het te slaan, dus. Oké, okay, leuk. Goeie suggestie. Gaan we gelijk door naar de volgende. Je kunt eerst even verzamelen. Dank u wel. Ik ben Jan Goudbeek. Ik sta ook op de lijst van de Partij van de Arbeid. Dan weet iedereen dat meneer. Dus. Ik heb maar moeten we dan op u stemmen of op deze stemmen? Nee. Nee, oké. Okay. Goed, mijn vraag is over die scholen. Daar maak ik me ook zorgen om. Dat weten een heleboel mensen hier wel. Ik heb een hond. En daar loop je wel elke morgen mee. Maar als ik dan zie hoeveel ouders daar met de auto hun kinderen, en ze moeten ongeveer 300 meter rijden naar school, hè, dat ze erin zitten, plus dat je dus het weer wat nu buiten is, hebben ze een klein stukje hebben ze open, kunnen ze net door de ruit in kijken. Nou, als ze één keer bekeuring krijgen, €400, is dat per spiegel €50, dus kassa. Ik zou zeggen, ga bij de school staan, en dan blijkt het geld om je fietspaal aan te leggen. De politie daarvoor doen. Ik denk namelijk dat je ook veel jonge ouders, ook oudere mensen hoor, maar jonge ouders bij de scholen moet beginnen, namelijk tussen die kinderen, is wandelen of met de fiets naar school. Oh, oké, okay. Nou ik, mijn kinderen zitten, de een zit nog op de lagere school en de andere inmiddels op de middelbare school. Die kregen ook gewoon dagen dat ze zeiden, jongens, je mag alleen maar op de fiets komen, binnen een bepaalde cirkel moet je lopen, daarbuiten mag je komen fietsen. En we gaan alle fietsen controleren op verlichting, we gaan de regeltjes doen, we gaan spelletjes doen om te kijken of je de regels een beetje beheerst. Plotseling een auto die uitrijdt, hoe de kinderen reageren. Dan zou je eigenlijk leiden ook voor een soort lesinformatiepakket op school. En voor de ouders dan, oké. Okay. Ja, maar als een kind thuis komt en tegen jou zegt, mama, weet je wel hoe erg dat is met die auto? Is een ouder denk ik iets ontvankelijker voor dan die leuke serie die er is, de Luizenmoeder? Ja. Dat school even bepaalt wat jij gaat doen. Dank u wel voor de toevoeging. Maar ik heb nog een andere vraag. Heel kort gevraagd. Elektrische palen namelijk. Ik doe nog een hobby erbij. Ik ben voorzitter van de Stichting Dorps Sportcentrum Vaassen. Daar hebben wij als stichting hebben we daar een laadpaal. En die hebben we helemaal zelf betaald. Dan kunnen ze gauw zeggen, jullie krijgen een subsidie of zo. Maar ik vind namelijk dat de gemeente ook is daar. Die wouden toen niet meer betalen. Dus daar ook is, als ze dat doen, niet alleen aan de ondernemers namen, maar ook zelf initiatief. Ja, op parkeerplaatsen, zoals hier, die zullen er denk ik wel komen, maar ook in andere dorpen. Ja, heel goed dat jullie dat gedaan hebben. We hebben nog twee opmerkingen. Rechts hadden we nog een opmerking en links achterin hadden we nog een opmerking. En dan gaan we dit deel afsluiten. Is dat goed, Leo?
Ja, ik had een vraag voor de mensen die nu al in de raad zitten en misschien al lang in de raad zitten. Als ik naar station Het Harde wil, station Nunspeet, moet ik met de auto. Hoe kan dat, jongens? Speciaal voor GroenLinks. Nee, ik haat fietsen. Zeker 's ochtends. Ik zweet ook. Ik zweet ook snel als ik in mijn maat pak op mijn fiets. Ik zie daar gewoon niet vliegen. Dus ik wil gewoon gereden worden. Dat vind ik helemaal niet erg. Ik ga al met de trein naar mijn werk toe. Maar Apeldoorn is 35 minuten. Nunspeet, Het Harde is 10 minuutjes. Waarom rijdt er niet een pendelbusje op wanneer 's ochtends en 's middags voor de spits? Oké, okay. Kort, maar dan ga ik even. Dat is de scholen. Ik wil het een klein beetje verdelen. Korte reactie. Nou, als deze 60 leden in ons programma staan ook om een busverbinding met Nunspeet dat wat betreft weer mogelijk te maken. En dan wil ik het gras niet voor me voeten. Zeg maar, ik wil mijn collega van de CDA, die heeft het ook in het programma staan. Dus wat ons betreft. Oké, en GroenLinks, dus die heeft het erin, die heeft het erin, die heeft het erin. Zal ik je dan heel kort geven? Maar kort, hè? Ik zal even op die scholen beginnen. Volgens mij, want je hebt de jongste kinderen. En die gaan alle drie 's ochtends naar de basisschool. En ja, die gaan 's ochtends alle drie, worden die met de auto gebracht. We zaten net afval te vergelijken met de jaren 50. Maar laten we dan ook de situatie nu vergelijken met de jaren 50. Het is allemaal een stuk gehaaster. Kinderen moeten op tijd naar school. Ouders moeten op tijd naar het werk. Die moeten op tijd aan de gang. Wat je ziet is dat de verkeerssituaties bij scholen absoluut zeer veilig zijn. Dat het absoluut kan gaan verbeterd kan worden. Maar je kunt niet zomaar zeggen, jongens, we moeten allemaal op de fiets gaan komen. Want dan kun je ouders niet opleggen dat ze daar overal de tijd naar vandaan halen. Oké, dat vind ik interessant. Dat vind ik interessant, want ja, hoe zou je dan je tijd anders kunnen doen en hoe kun je het veiliger maken? Het kernprobleem ligt daar. Je wil je kind veiligers. Door de auto's. Mag ik nog even heel kort reageren op die meneer met de fietsverbinding, op de autoverbinding tussen Nunspeet en Epe? Dan is dat de laatste opmerking en dan rond we deze. Ik ben het eens met de suggesties, alleen ik denk wel dat we eerst goed onderzoek moeten doen of er voldoende vraag naar is. Ik snap, u maakt gebruik van dat openbaar vervoer. Het is push en pull. Maar we hebben de afgelopen jaren een aantal busverbindingen, en dat gaat de gemeente in eerste instantie over, dus de provincie. Maar die zijn op een gegeven moment gestopt omdat er te weinig gebruik van gemaakt werd. Maar daar kan de moderne techniek natuurlijk waanzinnig mee helpen. Zeker, het is altijd mogelijk om via een regiotaxi. Wie wil daar soms gebruik van maken? Schrijf je in bij meer dan 8 personen, komt er een pendelbusje, zo niet. Maak er een of ander Uber idee. Mag ik even op reageren, alsjeblieft? Heel kort. Ja, ik vind het interessant dat je verwijst naar de provincie. Gemeente, dat zijn wij met z'n allen. En je kan altijd naar een provincie verwijzen, maar als je als gemeente besluit van joh, wij willen daar gewoon graag een pendelbusje hebben rijden waar we 10, 15 man in kunnen en we kijken wel eens even een komend jaar, 2 jaar, hoe dat werkt. En daar kan je dan informatie over geven dat het ding rijdt. Dan is het push and pull. Als het er is, dan gaan mensen gebruik van maken. En als mensen gebruik van maken, dan zou het er kunnen komen. Dat werkt twee kanten op. Ja, je moet het niet gaan worden. En je hoeft het niet af te schuiven op de gemeente. Als er geen belangstelling is, dan wordt het gestopt. Nee, maar je hoeft het niet af te schuiven op de provincie. De gemeente, dat zijn wij met z'n allen. Oké, nee, het is klaar. Het is goed. Het punt is gehoord. Het gaat natuurlijk ook om een stukje communicatie. Weten waar de behoeftes liggen en dan kijken hoe ver provincie en gemeente dat kunnen doen. En jullie als burger kunnen natuurlijk ook aangeven. Ze kunnen niks ruiken. Hè? Dus als je merkt van we hebben een bepaalde groep mensen hebben interesse, maak een buurtappje, maak een Facebookgroepje. Ga met elkaar gewoon praten. Want als ze weten dat er een groep is, dan komt het denk ik wel in beweging. Mooi, dit leeft ook erg, dit onderwerp. Maar we hebben er nog 2, dus ik schakel eventjes door. We gaan naar stelling nummer 3. Elektrisch laden is leuk, maar het is natuurlijk niet duurzaam als je elektriciteit trekt uit de fossiele brandstof. Dus je zult het duurzaam moeten opwekken, want anders ben je natuurlijk nog water naar de zee aan het dragen. Dat kun je heel lokaal doen, maar daar red je het niet mee. Belangrijk is, hoe gaan we dat grootschalig doen? Hoe gaan we de hele gemeente benutten om te kijken of we de optimale mix kunnen vinden tussen zon, wind, biomassa, aardwarmte misschien wel? Hoe zouden we dat het beste kunnen doen? Want we hebben het nodig om uiteindelijk onze doelen te gaan halen.
beginnen. Vind ik wel een leuke afwisseling eigenlijk. Rinus, de kernvraag is natuurlijk, welke maatregelen stel je concreet voor? Dan maatregelen, begin maar met de belangrijkste. Als het gaat om de grootschalige opwekking hier in de gemeente. Ja, grootschalige opwekking hier in de gemeente. Er liggen nu plannen om de voormalige vuilnisbelt in Emst te voorzien van zonnepanelen. Dat is er één. Maar dat is best grootschalig. Je kan er heel wat huizen van elektriciteit van voorzien. Maar nog niet heel de gemeente even. Dat nog niet. Je zou daarna ook voor kunnen stellen natuurlijk dat we veel meer stimuleren dat mensen gewoon zelf mee aan de slag gaan om zonnepanelen. Ja, dat doen we bij het volgende onderwerp. Dat doen we bij punt nummer 4. Dus ik wil even de grootschalige... Dat kan grootschalig zijn natuurlijk als je het zo gaat beschouwen. Aan de andere kant kan je ook zeggen van wij zijn voorstander om bijvoorbeeld windmolens neer te zetten. Niet binnen de gemeente Epe, ook niet op de Veluwe, maar we zouden daar wel op plekken neer kunnen zetten. In zee, in ieder geval waar veel meer wind is dan hier op de Veluwe. En zo'n windmolen die zouden wij kunnen betalen bijvoorbeeld vanuit Epe. Dat wij daarmee onze energie echt hier naartoe trekken. Dus dat kan een mogelijkheid zijn. Maar niet hier neerzetten, maar dan betalen we misschien in de Noordzee. Dus je bent wel in voor een zonnepark, maar niet voor wind. Biomassa. Biomassa, net zo goed. Als we daar in ieder geval op een vrij snelle manier bij je aan de slag kunnen, dan ben ik daar zeker een voorstander. Oh, dankjewel, we gaan naar je buurvrouw. Lene, ja, dank u. We zijn voorstander bij de PvdA van zonnepanelen. Met grote parken, zoals gesteld op de vuilnisbelt. En ook andere grote parken. Maar ook niet te vergeten huizen. Boerderijen in een buitengebied kunnen heel goed van zonnepanelen worden voorzien. Aardwarmte ken ik verschillende voorbeelden van. Is de omgeving geschikt hier voor aardwarmte? Ja, kan wel. Wat ik ook vind in een groene gemeente is natuurlijk biomassa teelt. Dat zou heel goed kunnen werken. Ja. Vergistingsbedrijven zouden wij goed kunnen voorzien van... Ja, maar ik hoorde net iets van mossa stallen, megastallen en zo. Als je het hebt over biomassa... daar komt natuurlijk heel veel energie vrij die je zou kunnen afvangen. Dat zou ook een hele interessante kunnen zijn. Want biomassa ligt wel een beetje onder vuur. Hè? Want je haalt in principe een product wat in een cyclus zit in de natuur. Haal je eruit en verbrand je. Dus je verarmt de omgeving. Dus hoe ver wil je daarin gaan? Dat is zonder meer waar. Ja. Maar wij zitten in een hele groene gemeente waar heel veel boerderijen staan. Dus daar kan je gebruik maken van wat al aanwezig is. Oké, heel goed. Dankjewel voor je bijdrage. We gaan naar je buurman. Ja, we gaan een beetje in herhalingen vallen. Ja. Oké, dan kunnen we gelijk naar het volgende buurman. Ja, goed. Ja, zonneparken. Op grote oppervlaktes. Prima in onze gemeente. Ook de vuilnisbelt, ben je ook voor? Ja. Hoe eerder, hoe beter. Dat moeten liggen. 2. Aardwarmte voor zover we het kunnen gebruiken hier. 3. Kleinschalige windenergie van windturbines en dat soort zaken. En 4. Biomassa of vergisting. Biomassa zie ik hier geen mogelijkheden, goede mogelijkheden voor vergisting op landbouwbedrijven wel. Het zijn wel twee heel verschillende dingen. Het zijn twee heel verschillende dingen. En die grote windmolens, dat moeten we niet doen. Die toeristen komen uit de Randstad hier. Maar je zegt ook kleine windmolens. Ja. Windturbines die op een dak kunnen en dergelijke. Niet van die grote palen, met van die grote dieken. Okay. Dat past hier niet. Die mensen komen uit de Randstad om hier te recreëren. Die willen niet hier weer windmolens en weer vliegtuigen over zich heen. Die willen hier rust en een mooi landschap. Hartstikke goed, dankjewel. Jan? De snelste winst is te halen door energiebesparing. Ja, maar dat gaan we straks doen. Dat ben ik helemaal met je eens, maar dat is het volgende punt. Dan gaan we het kleinschalig trekken. Als je dat goed aanpakt, dan heb je 1/3 deel van je energieverbruik heb je al weg. Van de resterende 2/3 deel denk ik dat je naar een mix van de grootschalige opwekmogelijkheden moet. Dus zowel zonneparken aanleggen als ook windmolens. En vergeet ook vooral de aardwarmtemogelijkheid niet. Als je op één van deze drie alleen maar inzet, dan sta je versteld van het ruimtelijke effect ervan. Als je bijvoorbeeld alleen op windmolens zou inzetten, dan zou de gemeente Epe met ons energieverbruik, met z'n allen, inclusief de snelweg enzovoort, zouden we zo'n 80 à 90 windmolens van 3 megawatt nodig hebben. Dat is heel veel. Als je het met de woningvoorraad doet, alle daken die we hebben met zonnepanelen beleggen, hebben we ongeveer 10 tot 13 keer zoveel huizen nodig als dat er nu staan. Ja, dat soort vergelijkingen, dat brengt voor mij ertoe dat je moet inzetten op een mix waarin je rekening houdt met waar is het dan acceptabel. Maar is het dan überhaupt te doen in de gemeente even om het helemaal duurzaam op te wekken? Ja, natuurlijk is dat te doen. Of heb je...
Oké, hij loopt voor en je mag zo toelichten. Ja, dus dat is, jij zegt het is wel mogelijk? Ik ben blij dat ik voorloop. Oké, goed zo. ChristenUnie. Ik wil even een korte kanttekening maken bij mijn collega's, want ik ben ook heel blij dat het solarpark er eindelijk komt. Maar eigenlijk, als we heel eerlijk zijn, is het niet grootschalig. Het zijn ongeveer 650 zonnepanelen en als je dat uitrekent is het ongeveer voor 50 huishoudens. Dus dat is wel leuk, maar dat is een eerste stap. Maar in ieder geval, als je het echt groot wil doen, dan kom je toch weer uit bij elektriciteit. Je moet het opwekken met zon, wind en noem maar op. En dan ga je door middel van elektrolyse waterstof maken, daar maak je energiedrager van. Dan kun je elektriciteit zeg maar opwekken op plekken waar heel veel wind is. En dan kun je zeggen, oké, ik heb waterstof en met die waterstof, daar kan ik heel veel mee doen. Ik kan de auto oprijden, ik kan het huis mee verwarmen. Dus als ik jou goed begrijp, dan zeg je eigenlijk moeten we dat ook buiten de regio halen. Naar plekken waar heel veel wind is. Ja. Alleen even zelf de gemeente, daar gaat het nog niet worden. Maar ik ben wel eens met andere mensen dat we moeten doen wat we kunnen. Ja. Maar de grote oplossing ligt nog iets verder weg nog. Oké, nou heel goed. Het CDA? Ja, wat ons betreft moeten we nou eigenlijk nog even een stapje verder kijken. We praten wel over het opwekken van energie die er is. Maar eigenlijk is er ontzettend veel energie die we weggooien. Mm-hmm. We hadden het net over afval, ja, grondstoffen, afval, ja of nee. Hetzelfde geldt bij energie. Er wordt grootschalig door ons in Nederland energie weggegooid. En wij zijn hier een cleantech-regio. Wij willen eigenlijk met technologische oplossingen slimmer zijn. Weet jullie wat het is, een cleantech-regio? Wie weet het? Hand omhoog. Wie zegt, klinkt heel leuk, maar... Even een kleine toelichting, hand omhoog. Ik heb heel vaak mijn hand omhoog gedaan. Ga jij hem toelichten? Ik kan even toelichting geven. Wij in deze regio, Stedendriehoek, zeggen wij willen ons profileren op het gebied van duurzaamheid. Nou kun je duurzaamheid op heel veel manieren doen, maar hier hebben we gekozen om te zeggen wij willen slimme technologische oplossingen. Ja, er zijn er een aantal, maar belangrijk aan dat soort oplossingen is eigenlijk dat je ketens bouwt. En als je dat bij grondstoffen doet, ook bij energie, de een die creëert warmte, de ander gebruikt het. En wij zouden heel graag dat we daar als gemeente ook veel meer aan doen. Bij Paarsen ligt nog een mooi stuk industrieterrein, Eekterveld 4. En wij als CDA zouden dat dolgraag een heel mooi ecologisch, dus echt aan elkaar gekoppeld industrieterrein realiseren. Ja, je gaat eigenlijk een kringloop sluiten, zowel in elk vakgebied eigenlijk, dat kan in de industrie, alle ondernemers, maatschappelijke organisaties, onderwijs, gaat een kringloop sluiten met als ultieme ambitie in 2030 met de aangesloten gemeentes energie neutraal te zijn. Dus net zoveel te gebruiken als dat je opwekt. Of andersom, net zoveel op te wekken als dat je uiteindelijk nodig hebt. En het mooie is, dat licht schijnt ook op uw stoel te liggen. Ik weet niet of u op bent gaan zitten of dat u het gezien heeft. De Cleantech Tomorrow Congress. Ik ga er elk jaar heen. Ik hoop u ook te zien. En het leuke is, het komt maar even. Dus 20 en 21 april is het voor iedereen, alle inwoners. Ga vooral kijken wat er te doen is. En op 24 april is er dan een congres, wat overigens gratis is. En daar komen dan vaak de ondernemers of de geïnteresseerden. Misschien wilt u ook wel komen. U hoeft er niet ver voor te fietsen, want het is vlakbij om de hoek. Dus dat scheelt alvast weer. En dat is ook echt een duurzaam georganiseerd congres. Dus we proberen te plekken ook met zonnepanelen de benodigde energie op te wekken. Dat is heel leuk om te zien hoe het in de praktijk werkt. Die tip wou ik alvast meegeven. Dankjewel. Ja, pak gewoon onderwerp 4 er meteen bij. Vind ik eigenlijk wel makkelijk. Ja, ga je gang. Ja. Ik vind de twee meegaan, want zonnevelden en kernkrachtige gebouwen eigenlijk wel grootschalig. Ik denk dat we heel trots op mogen zijn. Maar je redt het maar voor 50 huishoudens? Nee, 570 huishoudens. Nee, de cijfers niet goed. Of de krant had de cijfers niet goed. Eén van de twee. Ja, 600 panelen. Nee. 10 per persoon, dus dan is het... 2 megawatt, ruim 500 huishoudens moeten het in kunnen voorzien. Het is alleen jammer dat het door één onderneming wordt gebouwd en niet ter beschikking wordt gesteld naast een postcode-roos voor de inwoners van de gemeente. Oh, een postcode-roos, dat is ook een hele ingewikkelde term. Ja, we komen bij punt 4 daar wel. Okay. Dat is een stuk... Nou, je mag het toelichten, de vraag. Wat is een postcode-roos dan? Als je zelf iets in dak hebt voor zonnepanelen, wat ik zelf heb, je kunt in je postcode-roos, dus je postcode of de postcode daaromheen. En vanuit Emst gezien betekent dat heel Epe, Noordkant van Vaassen, zelfs Nunspeet en het Harde horen daarbij. Die zouden dan inwoners daarvan kunnen investeren in het zonnepark wat wij hier dan zouden bouwen. En daarmee hun energieverbruik gedeeltelijk kunnen salderen, waardoor ze... eigen opgewekte duurzame energie gebruiken. Oh, dus je leent eigenlijk een stukje oppervlakte
ergens anders, als waren we op jouw dak en dat mag je binnen een bepaalde postcode doen. Ja. En dan brengen ambtenaren, dat noemen we de postcode roos, maar gewoon is het een buurtstukje. Maar even dan aanhaken op wat mijn collega's zeggen. Je kunt niet één grootschaligheid doen. We kunnen hier geen mega windmolens bouwen, maar een heleboel kleintjes maakt ook een grote. Ik denk dat we alle platte daken heel goed kunnen gebruiken voor zonnepanelen. Die zijn tegenwoordig gewoon zonder subsidie helemaal rendabel te maken. Kleinschalige windmolens bij agrariërs. En wat ik niemand hoor zeggen, dat is wel apart, is waterkracht. We hebben ook in onze gemeente een aantal bekerstroomsprengen. We zijn de bron van de Veluwe, worden hier genoemd. Zit er voldoende verval in? Ook verschil? Er zijn ook regio's in de zes als... Dat is pas echt kleinschalig. Er is gewoon een kleinschalig gedaan. Maar wat ik al zei, een heleboel kleintjes maakt ook een grote. Ja. Wij zullen het hier niet kunnen oplossen met een park zoals op de Noordzee ligt. Of met grote zonneparken zoals in Duitsland. Maar zou het wel rendabel zijn? Want als je al die kleine beekjes en sprengetjes... energie probeert op te halen, dan lijkt het me niet efficiënt. We zullen een mix moeten hebben en heel groot moeten zijn in de mix die we creëren. Ja, helaas, maar zelfs de turbines in de IJssel die geprobeerd zijn, is niet voldoende om het op gang te houden, om het voldoende kracht te krijgen. Nee, ik moet eerlijk zeggen, als je praat over grootschalige energieopwekking, weten wij, hebben we niet in het programma staan, weten we niet wat we precies moeten doen. En er zijn verschillende mogelijkheden. Je zegt biomassa, windmolens, grote velden. Dat is de grote productie. En daar willen we graag mee in gesprek. Want we hebben een kilometer IJssel in onze gemeente. Nou, daar kun je bij wijze van kijken wat zijn de mogelijkheden voor windmolens. Velden op het gebied van zonne-energie. In Emst is er nu één. Er zijn meerdere plekken. We zijn al heel veel bezig waar het gaat om onze eigen gebouwen. Hier boven liggen ook zonnepanelen, sporthallen, noem het maar op. Maar, en dan toch de stap naar de volgende stelling. Ja, die zegt, want, ja. Ik denk dat we hebben de afgelopen jaren geprobeerd om een duurzaamheidsinitiatief op te starten met een lening, een renteloze lening voor inwoners en dat voor instellingen. Kennen jullie dat? Dat je een lening kunt krijgen? Ja, dat was dus de afgelopen jaar een miljoen. En daar hebben we een revolverend fonds van gemaakt. Dus iemand die voor 6.000 euro zonnepanelen aanlegt op zijn eigen land. Wat voor fonds? Een revolverend fonds. Dat betekent. Revolverend fonds. Ja, ik ga het even uitleggen als dat mag. We hebben een miljoen in een lening weggezet. En mensen krijgen dus een lening voor 10 jaar. En ieder jaar komt er dus van dat miljoen komt 10% terug. Want dan wordt die afgelost. Okay. Dus die 100.000 euro die per jaar terugkomt, die wordt weer ingezet voor nieuwe leningen. Maar ik denk dat we daar veel en veel meer in moeten doen, want we hebben ongeveer 70, 80 huishoudens voorzien van een lening voor zonnepanelen. De Hezebring is nu bezig, de Koekoek is bezig geweest, de PWA-hal. Daar zijn allemaal grootschalige projecten geweest. Maar ik denk als wij onze doelstelling willen behalen in 2030 om energie neutraal te zijn, dan zullen we nog meer eigenlijk naar alle mensen moeten gaan om te kijken van hoe kunnen we verduurzamen op de huidige woningvoorraad die er is. En dat betekent zonnepanelen, warmtepompen. En dat is gewoon, als gemeente kun je daar faciliterend voor zijn. Je kunt zorgen dat er financiering komt. En ja, wat mijn collega hier van de VVD net zegt over de postcode roos is mooi. Alleen deze ondernemer die begonnen is in Emst met zijn 570 huishoudens kunnen bedienen, die verkoopt het gewoon aan Essent. Dus ja, dat is een eigen keuze die mensen hebben. Maar als wij als gemeente willen we graag zorgen. En dat is een punt wat we samen willen doen met de inwoners. Wat kunnen we gaan doen op het gebied van windenergie? Wat kunnen we gaan doen op zonne-energie? Maar vooral, hoe gaan we mensen stimuleren om zelf zonnepanelen... Ja, maar dat wordt natuurlijk ook belangrijk. Als mensen het zelf opwekken, moeten ze het dan ook zelf opslaan om die kringloop heel klein te houden? Of als je het opwekt, leef je het aan een energiebedrijf? Je noemt nu Essent, dat kan ook een lokale energie zijn. Lokale energiecorporaties hier? Nee, zijn er nog niet. Goed, dat woordje nog inderdaad. Ik zou er heel kort iets over willen zeggen. En dan komt het weliswaar in een grote pot, maar dan heb je natuurlijk wel een reservoir waarbij je veel meer flexibiliteit hebt. Want als iedereen zijn eigen accu'tje aan huis moet gaan doen, is dat natuurlijk ook niet zo heel erg duurzaam. Wie wil er wat, wie zei dat? Ja. Nou, die accu, dat vind ik op zich wel een goed idee, want dan kun je namelijk het stroomleidingnet kun je ontzien. En anders moet je hele grote vermogens gaan transporteren. Dus ik denk dat die accu er ook wel gaat komen, alleen die zijn nu nog te duur. Je kunt zelfs de auto-accu gebruiken voor, als stroomvoorziening voor heel veel huizen. Maar ja, één Tesla kost ook een ton, dus dat is best veel geld. Kun je zeggen, oké, daar kan ik misschien wel 10, 20 huizen mee doen. Mijn grootste angst is altijd, dan gaat mijn elektrische auto aan het huis. Want dan kan jouw auto energie leveren aan je huis en dan wil je de volgende ochtend weg. Ja. Dus, en dan heb je een buurtbus nodig, want dan kom je niet meer zo ver. Ja. Het belangrijkste is natuurlijk, hè, op grootschalige dingen, we hebben een beetje gehoord wat jullie ideeën daarover zijn.
Maar wat kun jij als burger dan vervolgens zelf doen? Wie van jullie heeft al zonnepanelen op het dak? Wie van jullie zou het heel graag willen, maar loopt nog tegen wat dingetjes aan? Het dak is nog niet geschikt. Zijn er mensen die tegen financiering aanlopen en zeggen, luister, ik wil het, want ik heb het geld niet? Weten jullie dat er dus financieringsmogelijkheden zijn bij de gemeente? Nee, renteloos. Sorry? Renteloos, ze zijn renteloze dus niet lening. Renteloos. Ja, het is renteloze lening. Alleen... Ja, maar kijk, als je weer met het verhaal laat afmaken, dan renteloos wil zeggen, kijk, voor iedere financiering worden kosten gemaakt. En de incasseringskosten dergelijke, dat is 0,9%. En dat is op die manier weggezet. Als je hebt staan, kost het je ook geld. Je moet je en dat is 0,9% over het totaalbedrag wat je gewoon in je bedrag. Maar de financiering is gewoon renteloos. Als dus dat zijn in principe gewoon kosten die je nodig hebt om dit. Ja, als je een instelling bent of een stichting, dan betaal je eenmalig €800 of €900, als ik het goed zeg, Jan. En daarmee heb je dus die kosten betaald. Alleen voor particulieren wordt het op die manier in 0,9%. Dus, okay. Maar de rente, de lening, is gewoon renteloos. Over 10 jaar terug, om 10 jaar terug te betalen. Maar ze noemen het een kostenpercentage. Wat op zich natuurlijk, ik vind het wel plausibel klinken, toch? Maar het is er, er zijn een aantal mensen die graag willen, maar het eigenlijk nog niet weten. Dus ik zeg, jongens, volgens mij valt er nog wat te winnen in de communicatie. Oké. Een idee, daar houden wij van. Microfoon, Leon. Studenten van de Rijksscholengemeenschap. GIS is een opkomend vak in Nederland. Geografische informatie. Kunnen jullie verstaan? Moeten we even, nee, even wachten, we even een microfoon bij. Stel studenten. Op basis van Google Maps, we hebben een enorme gemeente met heel veel grote boerderijen, met heel veel grote daken. Laat de studenten nou eens uitzoeken welke daken geschikt zijn. En laat de gemeente die bedrijven of de eigenaren van die daken dan eens aanschrijven. Joh, luister, we hebben een renteloze lening voor je. Want ik hoor het hier vanavond. Maar ik denk dat je inderdaad er aan de communicatie moet doen. En heel gericht mensen moet gaan informeren wat de kansen zijn en de drempel verlagen. Maar wil een van de jeugdigen daarop reageren? Ja, dat is een fantastisch idee, meneer, maar we hebben al niet zo erg veel tijd. Het moet een vak worden waar ze uren voor krijgen. Of een stage, dat kan ook, hè? Dat je een betaald stage krijgt en dat gaat uitzoeken. Ja? Ik wil het even iets breder trekken, want ik had net ook nog een vraag over wat een beetje gaat over het afval. Wij hebben als school al zonnepanelen, maar toen wilden wij het wat breder trekken van, we willen ook afval scheiden. Want als school zou dat ook moeten, want we zijn een hele grote school. Maar dat kon niet. En dan is mijn vraag, waarom kan dat niet? Waarom kunnen wij als school niet afval scheiden? Maar moet de gemeente dat weten of zou dat ja, de school moeten vragen? Ja, dat kunnen wij niet zelf regelen. Dat hebben we met de gemeente besproken, maar dat is vastgelopen. Om bepaalde redenen die ik niet precies weet. Ja. En ik vraag me heel erg af, waardoor komt dat? Oké, okay. Dat vind ik een goede vraag. En ik denk dat we dit even om... Ja, is het, doen we dat gewoon nu dan stiekem even? De vraag is heel simpel te beantwoorden. Dat ligt aan je school. De school kan dat best. Maar de school is een bedrijf. Elk bedrijf zorgt zelf voor de afvoer van zijn afval. Sluit contracten met afvalverwerkers. Dus jouw school zal gewoon moeten accepteren. Oh, dat is ook de school waar ik werk. Ja. Jouw school zal moeten accepteren dat dat wat duurder is. Ja, dan kun je misschien iets minder les geven. Dus daar moeten we inderdaad, maar het is dus echt geen kwestie van de gemeente. Daar moet je op landelijk niveau moet je daar een oplossing voor vinden. Maar dat vind ik interessant wat je zegt. Als zij dat dus zouden doen, kost het de school meer geld en het gaat ten koste van het opleidingsbudget. Ah, daar moet dus iets mee gebeuren. Dus het gaat hier om een financiële kwestie. Eigenlijk. Althans, dat de school dus blijkbaar de financiële keuze maakt. Okay. Maar misschien zijn daar ook regelingen en oplossingen van het even van de gemeente die zo, niet zeker. Zoals ik al zei, duurzaamheid gaat om geld. Dat was de eerste opmerking die ik maakte, was je ja, niet eens. Het gaat daar, om... Nee, mag ik daar wat op aanvullen? Wie van jullie rijdt er auto? Nee, ik wil hem niet. Wat is de terugverdientijd van jouw auto? wie van jullie heeft kinderen? Terugverdientijd van je kinderen. Er is onderzoek gedaan in een energiebedrijf in Amerika, Opal. En die hebben gezegd, wat vinden jullie nou het belangrijkste om duurzaam te handelen? Krijgen ze vier opties. De energierekening moet omlaag. Hè? Daar verdien jij zelf geld mee. Nou, wie zou dan zeggen, oké, dat doe ik mee, hand omhoog. Dus nog niet iedereen. Toen zeiden ze van, oké, maar stel je voor dat je dit zou doen voor de planeet. Hé, je stoot minder uit, je doet iets voor de wereld. Wie zou dan zeggen dat is van mij het belangrijkste?
Andere punten. Het derde punt is van, je bent onderin, je bent burger, je hoort bij de gemeente. Als burger moet je dat gewoon doen. Waarom zou je verspillen? Die zegt, nou, dat vind ik ook een argument. En het vierde argument was, waar zou buren dat nou doen? Wie zou dan zeggen, oké? Oké, dit is dus heel leuk. Dat kwam uit het onderzoek ook. Vervolgens hebben ze dit doorgevoerd en gezegd, oké, in jullie wijk, als jij bespaart, bespaar je zoveel geld. Dus jij werd op geld getriggerd. Jij werd vervolgens getriggerd op, je doet iets voor deze planeet, hartstikke goed, je bespaart zoveel. Wijk nummer 3 zeiden ze van, als burger, fantastisch, dit is jouw motivatie. En wijk nummer 4 zeiden ze, jouw buren met hetzelfde huis verbruiken de helft. Waar dacht je dat de meeste incentive was? Bij de buren. Dat geld had maar een hele korte trigger en na een week of een maand waren ze het weer kwijt. Dus tussen wat mensen zeggen dat ze belangrijk vinden en wat mensen echt belangrijk vinden, daar zit een mega groot verschil. Dus ik snap jouw standpunt van financiën. Ik heb even de aangekaart, want je vraagt nu mensen wat zeggen ze, maar daar handelen ze niet naar, want we zitten nog steeds met 184 kilo afval, terwijl we allemaal vinden dat het minder moet worden. En dan. Ja, en dan. Kom even zeggen. Nee. Maar als ik dan terugkijk, als ik mijn ervaring doe, ik had op een gegeven moment in Zuid-Italië een klant, die had in zijn eentje als investeringsfonds op dat moment meer zonnepanelen in zijn bezit dan er in heel Nederland lagen. En investeringsfonds, dus die ziet er gewoon geld in. Heel Italië lag er vol mee, ook aan de particuliere booming business, want ze kregen allemaal dikke vette subsidies en meer niet in Nederland. Ja. Daarom zijn wij laat begonnen met zonnepanelen. Overigens moeten we Italië en Duitsland enorm dankbaar zijn. Want die hebben daar zonnepanelen dermate omhoog gekregen, met hun subsidies, dat wij ze nu zonder subsidie gewoon daar op neer kunnen leggen. Nou zal ik je nog een eye-opener meegeven wat ik uit de ervaring meekrijg. Is dat het gaat niet om subsidie. Er zijn hier zat mensen die zeggen, joh, ik wil dat echt best wel doen, maar geef me stabiel beleid. Vertel mij nou gewoon over 5 jaar dat ik nog steeds weet, dit wordt het bedrag wat ik toch kan salderen. Of 10 jaar, dat is goed, ze hoeven helemaal geen subsidie. Echt? Goed, food for thought zou ik zeggen, oké? Dus ding om over na te denken. Eén opmerking, wacht, ik krijg de microfoon. Dan doen we dat als laatste opmerking. Ja, meneer Vos, die had het net met de zonnepanelen over salderen en dergelijke. Maar zijn grote vrienden in Den Haag, die gaan de salderen afschaffen. Ja, klopt. We gaan in 2024 houdt het salderen op. 2020 houdt het salderen op. Dan nog, wat je ziet is ook daar volgen ontwikkelingen zich weer snel op. En uiteindelijk net ook al genoemd, ze zelf opslaan in huis. Daarmee niet het energienet belasten, want op dit moment gebruiken mensen gewoon gratis het energienet als batterij. Het is bij alles een balans zoeken tussen, we hebben beperkt hoeveelheid geld, we hebben beperkt hoeveelheid grondstoffen. Ik weet ook niet of het zo'n goed idee is om al die accu's bij iedereen thuis neer te zetten. Maar de techniek gaat snel, hè jongens. Wie van jullie heeft een iPhone of een smartphone? Dat weten jullie niet, maar toen ik jullie leeftijd had, bestond dat nog niet eens. Dus het gaat heel snel. In 10 jaar tijd is een smartphone gewoon gemeengoed geworden. Jij wil daar nog een laatste vraag neerzetten? Ja, even terugkomend op het energieveld en dat soort dingen. Ik ben zelf actief binnen de energiecoöperatie Heerde. Er is nog geen energiecoöperatie in Epe. Daar ben ik mee bezig met 2 vrienden. Maar we hebben tot nu toe met de gemeente nog niet echt heel goed contact erover. Daar zijn we al 2 maanden mee bezig. Oké, ben jij degene die daar... Wie staat daar? Wie met grijze pak? Ben jij dat? Wie heb je daarvoor nodig? Jij, Leo. Nou, Leo, kom even bij in het zonnetje. Ja, jij wil hem zelf het woord geven, dus dat vond ik hartstikke goed. Wat heb jij van de gemeente nodig om ervoor te zorgen dat er de energiecorporatie ook in Epe komt? Wat ik van de gemeente nodig heb, is een contactpersoon die kan onderhandelen tussen ons en de mensen die in de gemeente wonen. En ook daarin de belangen behartigt van ons. Okay. En ook de mogelijkheden heeft om opstartsteun te geven voor aanloopkosten en dat soort dingen. Leo, hoef niet nu antwoord te geven, mag ik jou koppelen en ga jij met deze meneer gewoon een keer koffie drinken? Uiteraard, we zijn in contact. Mag je de koffie drinken? En dan... Ja, gaan jullie even met elkaar? Hartstikke goed. Hey, lieve mensen, het is inmiddels 9 uur geworden en ik kan me voorstellen dat jullie ook wel zoiets hebben van hou je een beetje aan de tijd. Dat ga ik proberen. Er zijn nog een paar belangrijke dingen die ik mee wil geven, wat ik ook gehoord heb. Het belangrijkste is natuurlijk besparen. Want wat je niet uitgeeft en niet nodig hebt aan energie,
hoef je vervolgens ook niet op te wekken en hoef je dus ook niet te betalen. We hadden ooit zo'n slankie reclame wat er niet in gaat, hoeft er ook niet af. Onthoud dat maar eens eventjes, dat wil ik heel graag meegeven. Er is een energieloket, er zijn energiecoaches, dus er is heel veel. Nou, de gemeente kan misschien iets meer doen om dat jullie duidelijk te maken, maar jullie mogen het ook vragen. Ik vroeg jullie aan het begin om 3 actiepunten vandaag te verzamelen waar jij de volgende stap even in zou kunnen zetten. Heeft iemand al 3 actiepunten bedacht? Heeft iemand er al 1 bedacht? 2? Oké, dan zijn jullie onderweg. Ik ga nu aan de woordvoerders vragen om 1 actiepunt te laten weten aan ons, wat jullie gaan doen, om vervolgens EPE duurzaam, energie-neutraal en afvalarm te krijgen. Dat mag op persoonlijke grond, je mag het op zakelijke grond, maar het mag ook persoonlijk. Het hoeft er maar 1 te zijn. Oké, nou, Helga, je vraagt wel veel, want het is alles in 1 keer op een bult. Maar wat wij wel opgenomen hebben in ons verkiezingsprogramma is van dat we de nieuwbouwhuizen eigenlijk gewoon van aardgas af willen hebben. En dat betekent dat er nieuwe mogelijkheden gaan komen voor die nieuwbouw. Ja. Dus dat wordt jouw actiepunt. Ik ga kijken hoe ik de nieuwbouwhuizen aardgasvrij kan krijgen. Ja, dat is een start voor ons. Ja. Dat hebben we opgenomen in ons verkiezingsprogramma. Oké, heel goed, dankjewel. Levi, jouw actiepunt. Oh, hij staat zo aan. Nou, ons persoonlijke doel is om ons oude woningtje, onze oude boerderij gasloos te krijgen. Maar dat kunnen we alleen maar stap voor stap doen. Okay. Wij hebben nu het dak goed geïsoleerd. We hebben een thermopane. We zitten te overwegen om dubbel glas te nemen. En van zomer gaan wij zonnepanelen op onze schuur leggen. Dus ik roep alle mensen op die een behoorlijke schuur hebben, leg zonnepanelen, want dat is een hele goede investering voor uzelf. En u kunt zien op uw energiemeter dat u zelf voorzienend wordt en dat het in de toekomst ook Groningen helpt, want dan hebben we minder gas nodig. Precies, even groter dan alleen. Wat is jouw persoonlijke actiepunt? Een heleboel woningen in Epe. Er komen ongetwijfeld nieuwe bij en dat gaat niet helemaal vanzelf goed, maar dat zal wel goed komen. Een groot gedeelte is van woningbouwvereniging. Een groot gedeelte is van particulieren die zelf de omslag kunnen maken naar zonnepanelen en duurzaam huis- en klimaatneutraal. Maar er blijft ook een percentage woningen over van mensen die dat niet zelfstandig kunnen. Ja, en wat? En daar zullen wij als gemeente met renteloze leningen en andere stimulansen. Dat wordt jouw actiepunt? En wanneer ga je die gesprekken aan? Zodra we in een nieuw college zitten. Dus het is een oproep, je moet op hem stemmen, want dan kan hij de gesprekken aangaan. Ja? Actiepunt. Oh, ik heb die al niet nodig. Het actiepunt. Mag persoonlijk? Ik ben zelf begonnen vanavond met het klimaat voorop te zetten. Dat doet GroenLinks. Nederland even zo snel mogelijk van fossiele brandstoffen af. Besparen, duurzaam opwekken en de fiets vooruit geven. En wanneer denk jij dat EPE, wat wordt jouw actiepunt, wanneer is EPE fossielvrij? Ik weet niet wanneer we het halen. Maakt niet uit, wat wil jij? Wat wordt jouw actiepunt? Nou, mijn punt is dat we het in 2030 bereikt hebben, zoals de Cleantech-regio graag wil. En ik verwacht dat het misschien iets langer duurt, maar dat is geen reden om de ambitie... Jij wil 2030, precies. Geen reden om de ambitie te laten varen. Ambities moet je hoog leggen, hè? Want als je ze laag legt, dan kom je sowieso nooit bij hoge doelen. Heel goed. Ja. Nou, ik wil even kort een punt noemen wat best wel een beetje lastig is. Dat is toch de windmolens. Wat mij betreft zou het toch onderzocht moeten worden of in de komende tijd er windmolens kunnen komen in onze gemeente. Misschien op een plek waar ze minst overlast geven. Ik zat zelf een beetje te denken, bijvoorbeeld langs de snelweg. Nee, maar dat wordt jouw actiepunt om te gaan kijken wat er mogelijk is met windmolens binnen deze gemeente. Dat wij over 4 jaar daar toch een aantal van die molens. En ik zou zeggen, mensen, je kunt er heel negatief tegen kijken, maar misschien zijn het wel de nieuwe molens van Holland en misschien zijn ze ook best wel een beetje mooi. Hartstikke goed. Dat wordt jouw actiepunt. Heel goed. Wat wordt jouw actiepunt? Ons actiepunt dat wordt dat wij vinden dat er eigenlijk dichtbij veel meer gedaan moet worden met cleantech. Dus wij zullen ons heel hard inzetten om echt iets van cleantech van de grond te krijgen. Bijvoorbeeld op Ekerdelft hier. Maar we moeten echt drastisch anders aan de gang. Niet alleen een beetje poetsen, maar we moeten echt drastisch anders gaan. Dus voor jou komt het heel mooi uit dat het cleantech congres nu in april komt. Dus in april heb jij al een aantal concretere plannen liggen waarvan jij denkt dat de gemeente even mee kan gaan werken aan cleantech.
Kijk, dit is al heel concreet. Ja. Ja, nee, maar we gaan weer naar de volgende stap toe, hè? Ja. Ambities moeten hoog liggen. Leuk, jij gaat je op CleanTech storten. Helemaal goed. Waar ga jij op storten? Wat ik schrijnend vond, is het gebrek aan communicatie en kennis. Het feit dat wij hier kapitaal klaar hebben liggen en duurzaamheidslening en gewoon mensen daar niet van af weten, daar moet over gecommuniceerd worden. Toen wij net in de coulissen stonden, is dat een informatiecel. Ik zat eens kijken, we hebben het over duurzaamheid. Wat zit daar nou tussen over duurzaamheid? Ik vond letterlijk alleen dit papiertje over korting op een e-bike. Dus dat wordt jouw actiepunt om ervoor te zorgen dat de communicatie... welke middelen we hebben, wat kan. En ik geloof ook echt in dat een duurzame energiecoöperatie vanuit onderaf, vanuit de burgers, daar enorm mee kan helpen. Nou, hij heeft die hulp hard nodig, hebben we net gehoord. Dat wordt dus jouw actiepunt. Binnen hoeveel tijd wil jij op zijn minst de volgende stap gezet kunnen hebben, dat je weet hoeveel folders er zijn en dat... 2 weken? Voor de verkiezingen nog? We hebben nu nog niet zoveel te zeggen, maar laten we de verkiezingen afwachten en daarna willen we er wat mooi van maken. Nee, het is weer uitstellen. Morgen ga je gelijk even kijken wat is er mogelijk en dan geef je dat mee als idee aan die we... Ik denk dat de wethouders daar wel dit nu gehoord hebben, daar misschien morgen wel wat mee kunnen doen. Maar dan ga jij eens bellen dat morgen zijn. En zeggen, het was leuk gisteren met Helga, wat een vreselijk wijf, zullen we nu zelf gewoon aan de slag gaan. Goed zo, morgen. Ja, heel leuk. Die jongen niet. Nee, hoeft niet. Ja, je mag doen wat jij wil. Wat wordt jouw actiepunt? Eén van de drie, hè? Dus er maar één. Ja, straks al gezegd, het verduurzamen van de eigen woningen, dat is een belangrijk punt. Daar moeten we mee verder aan de slag gaan. Waar mogelijk moeten hetzelfde plaatsen van zonnepanelen, warmtepompen en dergelijke. Dus ons woningvoorraad gewoon op die manier mensen aanbieden. En ik hoor inderdaad ook het communicatie over de renteloze lening. Ik ben blij dat we wel toch een groot aantal mensen het al hebben. En die kennen we dus wel. Maar zullen we nog meer aandacht moeten besteden. Maar wat wordt je actiepunt? Want dat hoor ik nu eigenlijk niet. Want dat gaan we dus inderdaad regelen. Ja, dat wil en we willen meerdere voor de... Als er ons in de komende periode meerdere miljoenen beschikbaar stellen om juist mensen te helpen. Waar het gaat om financiering, om te zorgen dat ze die zonnepanelen, warmtepompen of 3 door glas kunnen maken. Oké, dus jouw actiepunt wordt om concrete maatregelen uit te zoeken. Om te zorgen dat mensen ermee aan de slag kunnen, de financiën weten te vinden, et cetera. Dat wordt jouw concrete actiepunt. En daarnaast gaan we in gesprek over het zij zonneparken, het zij windmolens. Hartstikke mooi. Het gesprek aangaan. Dat kunnen we nu ook doen, want we komen aan het einde. Die heeft zoiets van, was eigenlijk best wel nuttig. Hand omhoog. Wie zegt, was liever thuisgebleven? Dat is ook weer wat anders. Nou, ik ben in elk geval heel blij dat jullie allemaal gekomen zijn. Want het gaat natuurlijk, we doen dit voor jullie. Het is belangrijk, het is natuurlijk maar een vogelvlucht wat we nu... Het is net het weerbericht op televisie. Weet je, ik werk daar wel een hele dag aan en dan heb je 3,5 minuut... En dan moet je alle details verteld kunnen hebben. Zo werkt dat natuurlijk niet. Dus morgen meer weer. Leon, jij wilde nog wat toevoegen? Eerst een applaus voor Helga. Oh, dat was het? Oh. Ja, terecht ook. De briefjes met de drie zaken die de nieuwe raad mee te geven kunnen ingeleverd worden in de stembus die bij de deur staat richting de kop. Actiepunten jongens, schrijf het op. Wat wil je? Wanneer wil je het? Hoe wil je het? En wie heb je nodig? Maak er een foto van voor jezelf. Vertel het, ja we hadden groene en blauw en kaartjes, maar dan mag je ook opschrijven. Is prima, blijf papier vooral hergebruiken, heel belangrijk. Schrijf het op. Want dat is heel goed voor je brein, dan is de kans dat je iets mee gaat doen vele malen groter. En als je goede ideeën hebt voor de gemeente, vul dat rode formuliertje of het groene formuliertje in en doe het in de bus. Maar dit is natuurlijk ook vooral voor jezelf. 3 actiepunten, want als iedereen het vervolgens gaat doen, dan halen we het echt wel 2030. Al doen we het maar voor de jeugd. Dames en heren, dank jullie wel. De debaters, dank jullie wel. Vrienden bijdrage.